Ja, hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering van Joris TV Show. Vandaag krijg je Ralf Moorman te zien. Ralf Moorman is ingenieur levensmiddelentechnologie. Mij zei dat in het begin helemaal niks, maar je komt er vandaag achter wat dat allemaal inhoudt en wat het voor jou kan betekenen. Hij heeft het over hormonen en wat voor impact deze kunnen hebben op je prestaties in de sportschool, je prestaties op werk, hoe je je relaties aangaat, hoe goed je afvalt en hoe je overal in het leven staat. Een onderbelicht onderwerp als het aankomt op gezondheid. Wat mij betreft, laat het vooral weten wat je vindt van deze aflevering in de comments. Het helpt mij en het algoritme echt enorm als je reacties geeft of even op subscribe drukt. Dan registreert YouTube dat je dit een leuke video vindt en een leuk kanaal. Heel veel kijkplezier! Af. Wat leuk om met jou aan de tafel te zitten. We kennen, al, uh, we kennen elkaar al een tijdje via Instagram of via, via social media. Uh, mijn moeder heeft een opleiding bij jou gevolgd. Trainer, hormoonfactor. Uh, je hebt ons leven veranderd. Die van mij en mijn Kijk. moeder. Uh, en met mij een hele hoop anderen, denk ik. Uh, ik kan me nog de discussies met mij en mijn moeder uh, herinneren. Uh, dat ik mijn calorieën aan het tellen was. Broccoli, kip, rijst. En dat ze zei... Jorik, je lichaam geeft vanzelf aan wanneer het genoeg heeft en wanneer niet. Ja. Uh, dat had ze geleerd van Ralph Moorman. Ik na een tijdje uh, ook maar schoorvoetend interesse tonen. En uh, hier zitten we vandaag. Een heleboel kennisrijke. En uh, ik hoop dat we dat vandaag met de kijker kunnen delen. Uh, ja, ontzettend leuk. En ik kan me goed herinneren dat uh, jou, jouw moeder jouw naam tag de onderpost van, uh, van mij. En later kreeg ik gewoon van jou zelf reacties. Ja. Dus er was iets veranderd in de tussentijd. Dat is er mooi <laughs> ingesleten, inderdaad. Um, het mooiste wat ik um, van, van jou onder andere heb geleerd is dat um, eten is niet iets op zichzelf staands is, en uh, alles heeft reageerd met elkaar. Van tot aan de, van de love handles <laughs> tot aan de manier hoe je traint. Um, dat heeft allemaal impact op elkaar. En uh, dat heeft mij gewoon uh, ja, dat heeft mijn ogen gewoon geopend. Dus uh, ik vind het enorm leuk dat we vandaag eindelijk uh, tegenover elkaar zitten. Um, hoe gaat het met je ten eerste? Het oh, gaat hartstikke goed, joh. Ja? Ik vind het ook leuk om uh, bij jou aan de podcast uh, te zitten. Um, nou, als je kijkt naar uh, mijn bedrijf zelf, ik ben zelf sinds kort weer een aantal mensen aan het begeleiden. Hè? Dus een aantal uh, zoom-sessies. Ja, ik heb het jarenlang niet gedaan en ik merk het op een gegeven moment van oké, okay, ik miste de contact weer met de praktijk en mijn echte vak. En mensen uiteindelijk vanuit een holistische view naar een betere hormoonbalans brengen, een betere gezondheid. Ja, en daar ben ik weer mee bezig en ik moet zeggen dat geeft mijn, ja, mijn passie knalt weer omhoog. Mooi, fijn om te horen. Nou ja, ik ben ook erg blij dat je deel uitmaakt van dit landschap al een hele tijd, gelukkig ook. Ja, um... 2009. Zo. De hormoonfactor kwam die uit. Ja, ja. Ik was eigenlijk een even van, ja, van de eerste die sowieso die over hormonen en leefstijl schreef. Um, en op dat moment kwamen er ook heel veel anderen net op in de begintijd. In uh, dus, uh, dus, de Wilde West is het eigenlijk nog, hè? Nog steeds eigenlijk. Ja, nee, absoluut. Nee, maar to, toen begon het eigenlijk. Toen is het echt een tijdje gehyped. Hm. En toen ja, kwamen er steeds meer mensen. En toen is het een beetje ja minder geworden en toen dacht ik nu komt de coronatijd nu eindelijk wordt gezondheid op één gezet want zij Rutte zei ja volksgezondheid is het allerbelangrijkste en vervolgens gaan we het alleen maar over ja eigenlijk over symptoombestrijding hebben en niet over mensen sterker maken en ja ik hoop dat we het daar vandaag wel over kunnen hebben 100%. procent we hebben hier alle ruimte om het over alles te hebben um, ik ben wel benieuwd um, ik denk dat de luisteraar die jou al kent, je achtergrond al een beetje kent. Uh, maar hoe, um, want deze podcast gaat over, we hadden het hiervoor, voordat de podcast begon. Deze podcast gaat over persoonlijk leiderschap. Voor veel mensen, denk ik, dat, persoonlijk leiderschap, wat is dat precies? Um, hoe ik het in ieder geval uitleg, is um, dat je eigenaarschap, leiding neemt over de processen die in je leven afspelen. Nou, dat kan gaan van tot wat voor brood je kiest. Tot wat voor relaties je aangaat? Tot waar je gaat wonen? Tot hoe je over jezelf denkt, um, maar ook dus hoe je met je hormonen omgaat. En um, er is een moment geweest waardoor jij dacht van hé, hey, wacht even, dit dient mij niet. En um, ja, ik ben altijd op zoek naar wat zijn dienende routines, processen, ja. denkwijze. En ik ben benieuwd, wat was op een gegeven moment een kantelpunt voor jou? Waar dat veranderde? Nou, ik denk eigenlijk dat ik bij heel veel van mijn cliënten voor kantelpunten zorg. Maar dat ik zelf altijd al intrinsiek gemotiveerd ben om gezond te leven en het beste uit mezelf te halen. En ik ben iemand die niet zo uh, afhankelijk is van zijn omgeving. Als gemiddeld Nederland wordt natuurlijk heel erg beïnvloed. Dat gebeurt natuurlijk niet alleen wat je de hele dag door aan voeding tegenkomt, maar ook de mensen om je heen. Je hebt daar saboteurs tussen zitten en ondersteunende mensen. Ik ben eigenlijk van jongs af aan daar al heel erg mee bezig. En ik ben niet gevoelig voor uh, groepsdynamiek, eigenlijk. Hè? Dus ik, ben, ik, ik heb geen problemen met ergens uh, niet helemaal in de groep uh, te passen. Dat is door mijn hele leven uh, heen al. Wat er wel uiteindelijk uh, voor zorgt um, dat ik mijn eigen keuzes uh, duidelijk maak. He, dat, dat, dat ik uiteindelijk uh, vanuit mijn intrinsieke motivatie... waarin ik misschien ook een uitzondering ben... want de meeste mensen he, gaan pas uh, als ze in de problemen komen... of een klacht of een kwaal krijgen... gaan pas iets doen met uh, gezondheid in de brede zin van het woord. Maar ik wou altijd al het beste uit mezelf halen. En dat is ook misschien mijn zwakte... want ik ben eigenlijk mijn hele leven al behoorlijk goed in shape. En <laughs> ik heb geen succesverhaal van uh, totaal ongezond naar gezond... als marketing voor mijn uh, hele concept... Maar ik denk dat dat, uh, ja, dit ik, doe ik mijn hele leven eigenlijk al. Alleen, ja, in het begin dan heb je motivatie en dan ga je daarnaast ook nog op zoek naar kennis. En die kennis is natuurlijk steeds groter geworden. En, en natuurlijk leer je ook jezelf kennen, en waar, waar, in welke setting voel je je als persoon nou het beste. Uh, en je moet beseffen dat dat door het leven heen verandert. He, wat ik misschien uh, tien jaar geleden een uitdaging vond, is nou routine. Uh, en dus moet ik nieuwe uitdagingen zoeken. En het houdt eigenlijk nooit op en uh, dat maakt het ook leuk. Ja, mooi dat je inderdaad ook zegt: van het houdt eigenlijk nooit op en het is altijd onderhevig aan verandering. Um, dat is, denk ik, ook misschien wel het allerbelangrijkste in gezondheid. Dat je gewoon naar jezelf blijft kijken. Ja. En wat dient mij op dit moment? Dat kan een jaar geleden weer wat anders zijn dan dat het nu is. Ja, je moet jezelf optimaal aanpassen aan een veranderende binnen- en buitenwereld. Dat is eigenlijk ook wat hormonen doen. Ja. En die hormonen. Um, ja, die kunnen daar behoorlijk veel mee. Um, alleen ze zijn wel uh, genetisch ontwikkeld vanuit uh, ja, vele duizenden jaren geleden. Een omgeving die er toen was. Was qua voeding totaal anders. Qua samenleving anders. Uh, qua beweging, qua stress. Ja, en je ziet eigenlijk dat, uh, dat je dat in het huidige leven probeert na te bootsen. En als je dat doet, dat je, dat je daar ja, in je optimale shape door komt. Dat is wel heel leuk. Optimaal, dat, dat is iets waar we allemaal naar zouden mogen streven, toch? Ja, dat vind ik wel. Ik neem niets uh, genoegen met een uh, zwakke compromis of zo nee, nee, in het leven. Nee, dat, en dat, dat gun ik iedereen ook. Soms is het gewoon van ja, ja maar het gaat gewoon prima. Ja. Maar je mag meer wensen, toch? Dan... Ja, en je moet op een gegeven moment leren dat je, dat je uh, korte pijn aan moet durven gaan. Ja. Om uiteindelijk uh, nou ja, lang geluk te hebben. Ja. Uh, en, en dat is wat heel veel mensen niet kunnen of durven. En het mooiste is dat ik ze wel, daar wel af en toe zetjes mee kan geven, waardoor ze. Daar net doorheen gaan, waardoor het allemaal een stuk leuker wordt in het leven. Mooi. Ja, ik denk ook dat dat het uh, dat dat belangrijk is. dat er bepaalde mensen zijn die anderen een zetje geven. en mensen die daar gewoon hulp bij zoeken. Als in soms heb ik ook die behoefte om zeg maar de kaart te trekken. En dan denk ik ja. van maak ik mezelf nou belangrijker dan ik dan ik ben. Maar als ik bijvoorbeeld kijk gezondheid relateer ik ook altijd aan bijvoorbeeld de oermens. Um, er zijn ook gewoon stammen en iedereen heeft een bepaalde rol daarin. En volgens mij ben jij wel echt zeg maar, een soort van stamleider. Wat betreft ja. gezondheid. En uh, ik denk dat het alleen maar fijn is dat er zulke mensen zijn. Want niet iedereen wil ook die stammen. Nee, dus je moet goed beseffen welke rol past bij jou en welke wil jij uh, vervullen. En, de, en dat levert je een bepaald leven op. Ja. En, de, en in feite ja, heb ik toch op een of andere manier iets, iets gehad van... Goh, ik, ik, ik ben zo blij met mijn eigen resultaat en de kennis die ik heb... Ik wil het dolgraag uh, overdragen. En op zich klinkt dat alsof ik dan in één keer uh, ja, iedereen van alles gun of zo. Maar het is gewoon ook voor mezelf. Hè? Want dat geeft mij een ontzettend goed gevoel. Ja. Dat ik het voel heb dat ik nuttig ben. Um, ja, en bijdraag aan, uh, aan een betere wereld. Ja, en, en dat heeft iedereen in een bepaalde mate toch ook wel uh, nodig. Dus uh, dank dat ik dat mag doen. Ja, mooi. Ja, inderdaad, er is niks vies aan gewoon. Trots zijn op je eigen rol in een bepaalde, in een bepaalde setting en maatschappij natuurlijk. Ja, ja, en ik ben weer zo'n jongen die, die, die dan toch wat minder. ik ja, ben meer ooit buiten de groep heeft gestaan, misschien wat te veel. Uh, en ik heb in de loop der jaren weer geleerd hoe fijn het kan zijn om ook weer verbinding te hebben. Uh, heel erg om je heen. Dus dat, dat koester ik ook. Dat ik, uh, ja, ik heb natuurlijk een aantal he hele oude vrienden, in ieder geval heel veel jaren dezelfde uh, vrienden. Maar daarnaast zorg ik ook voor nieuwe, voedende contacten. Ja, in dit soort gesprekken ja, draagt ook aan bij, hè? Absoluut. Het is altijd, uh, als ik een podcast voel, alsof je uh, gewoon even anderhalf uur even een uh, kleine vriendschap hebt met uh, ja. degene aan de andere kant van de tafel. Ja, dat is wat anders dan. dan een appje sturen. Ja, 100%. Ja, je kan toch als met iemand die je niet kent, dan toch even de diepte in, zoals je dat niet zo snel nou in een café of ergens op een sportclub zou doen. Dus uh, klopt. Nee, dat is ontzettend leuk. We hadden net over kort even over uh, de oertijd. Um, voor veel, veel mensen is dat en het is ook ver weg, zeg <laughs> maar in tijd. Ja. Maar um, ik kan me herinneren dat ik ergens een keer las dat we ons dat ons DNA echt maar 0,04 procent, ik noem maar even een willekeurig getal, maar het is ja, heel weinig klein. Um, heel klein percentage zijn gegroeid. Als, als mens, dus zeg maar, ja. op uh, genetisch niveau. Ja, dus hè, je DNA zelf, voordat dat verandert is, het uh, kost natuurlijk ontzettend veel, uh, ja. veel jaren. Maar gelukkig hebben we nog andere mechanismes die ons toch een beetje in balans kunnen houden terwijl het te snel verandert om ons heen. Ja. Hè, we hebben natuurlijk uh, hormonen, die kunnen ook uh, hebben een bepaalde bandbreedte waarin ze er nog kunnen bijstellen. Uh, allerlei dingen die er uh, niet natuurlijk zijn in ons leven. Maar uh, je hebt ook qua genen geen expressie. Je kunt bepaalde genen aan- en uitzetten. Dat noem je epigenetica. Dus daar zit ook nog wel wat, uh, wat ruimte. En vergeet vooral onze darmflora niet. En die kunnen natuurlijk heel snel delen. En die, die, die samenstelling van de darmflora kan zich heel snel uh, aanpassen. En ik denk ook dat op dat vlak er, uh, ja, dat we steeds meer leren. En hoe belangrijk dat is. We ja, zijn niet simpel. alleen. Hè? We hebben ontzettend veel uh, bondgenoten. Maar ook uh, saboteurs in onze darmen zitten. Ja, dat vind, ik, dat vind ik een beetje... Het is zo, want dat gaat om miljoenen bacteriën, cellen en wat dan ook. Hoe krijg je daar nou in godsnaam grip op? Nou, daar komen we zo zeker op terug. Um, ja, de term grip al. Hè, ja, grip hebben. Maar vaak als je echt probeert grip op te krijgen, dan gaat het mis. Ja. Ik heb net uh, de documentaire de Blue Zones gezien uh, op Netflix. Dat zijn zeg maar hè, de, de, de gedelen van de wereld... waar mensen het gezond zijn en het oudst worden... Mm -hmm. En dan zie je dat deze mensen zijn helemaal niet bezig met grip houden op hun leven. Ze ja. hebben een samenleving en een omgeving. En een, en een, ja, waardoor dingen vanzelf goed gaan. Hè? Juist. En dat is, ja. dat is eigenlijk waar je ooit naartoe wil. Alleen ja, zeker waar in Nederland. Heb je een omgeving die juist ongezond gedrag vooral uitlokt. Eh, waardoor je vanuit motivatie en discipline daar tegenin moet gaan. En dat is lastiger. Juist, ja, wat je inderdaad zegt over die blue zones, ik, ik probeer ook steeds vaker te kijken als ik dingen wil laten lukken. Uh, niet te kijken naar, als we het hebben over een uh, vierkantje, om het even abstract te maken. Niet te kijken naar hoe, hoe fix ik de binnenkant. Maar hoe zorg ik dat de omstandigheden goed zijn. Dan zal dat daarbinnen zal vanzelf wel goed gaan. Ja, en, en, en daarbinnen moet je inderdaad vertrouwen hebben in je lichaam. He, dus als jij de buitenomstandigheden optimaliseert, dat, ja. dan, dan moet je de vertrouwen hebben dat je beloond wordt. Ja, ja, inderdaad. Volgens mij is er zo'n boek van Deepak Chopra. Over het uh, zelfheemd vermogen van een lichaam, ja. toch? Ik heb het boek niet gelezen, maar ik, ik denk dat we ons lichaam te weinig credit geven. De natuur. Het, het werkt allemaal bijna vanzelf als we het ja. laten gebeuren. Ja, met mega respect voor het, uh, voor het lijf. Hè. Ja. En, en in feite, um, in acute zin, ja, zijn we tegen ontzettend veel dingen natuurlijk beschermd in de huidige tijd. Hè. Alleen uh, chronisch gezien. Ja, goed, dan begint het met, uh, he, met ontsteking. Dat noem je natuurlijk itis, laaggradige ontstekingen. Daarna worden het, de itis worden ozen. He, dan heb je artrose, art uh, en dan uh, ja, uh, op een gegeven moment ja, denkt, is er ook een bepaald deel van het lichaam denkt van ik hoor hier niet meer. Ik ga op mezelf voor functioneren en dan krijg je tumoren. Ja. Dus, dus in de weg daarnaartoe heb je ontzettend veel tijd in de meeste gevallen om dingen ja, toch te remmen. Ja. Door een aantal logische tweaks te maken in je, in je leven en in je leefstijl. Ja, en, uh, en ik merk dat de mensen die dat doen... Dat is natuurlijk, uh, het is natuurlijk een grote groep die aan het overleven is... die daar niet aan denkt aan preventie en dat soort dingen. Die gaan pas iets doen als de pijn groot genoeg is. Daarnaast is er ook een hele bewuste groep... die soms te fanatiek bezig is op bepaalde onderdelen. Het is meestal zo, op een gegeven moment word je enthousiast in leefstijl... en dan leefstijl en gezondheid is heel breed. Je hebt voeding, training, stress, mentaal... Uh, en heel veel andere aspecten in het leven die belangrijk zijn. Alleen is er is altijd eentje waar je natuurlijk op gaat focussen. En zo komen er altijd mensen naar me toe die, met een, ja, die is niet optimaal in shape zijn, die willen nog verbeteringen hebben. Die hebben een goede voeding en willen nog aanpassingen in die goede voeding. Uh, terwijl op andere thema's ze niet, niet zo gaan, niet, niet kijken, hè. een grote blinde, blinde vlek hebben. En gezondheid gaat niet zozeer over details, maar over een grote lijn vanuit helikopterview. En daar begin je. En heel veel mensen die doen dat niet. He, die gaan niet kijken naar hun afgelopen jaar gemiddeld van het helikopterview. Wat zijn mijn, mijn persoonlijke valkuilen? Waar kan ik het meest winnen? Nee, ze hebben voor zichzelf al een conclusie getrokken. Dit onderdeel ga ik op inzoomen nu. En zijn de, de helikopterview kwijt. Ja, precies. Ja. ja, en als je dan teveel inzoomt. zeg maar alsof je één onderdeeltje van een auto heel goed onderhoudt. Ja. En de rest eigenlijk een beetje laat liggen. Ja, die tunnel daar kom je niet meer, uh, niet meer uit als je daar meteen in gaat. Hè? Dus als je vanuit helikopterview dingen ziet... waarbij je de tunnel uiteindelijk ingaat, dat is prima. Maar ja. niet het beginnen bij de tunnel. Ja, precies. Ja, mooi gezegd. Ja, ik kan me nog herinneren dat ik heb een burn-out gehad. Meerdere factoren hebben, liggen daar natuurlijk aan ten grondslag. En uh, dan is het zo van... Oh, mijn ademhaling is fout. Dat gaat het oplossen. Ja. Weet je wel? En dan is het van... Mijn ademhaling is niet goed en het is dan niet opgelost. Ja, maar... dus je, je hebt jezelf ook niet in, in een burn-out ge, ge, geademhaald, zeg maar. <laughs> Dat is, is zeker niet het, uh, het geval. Ja, burn-out en stress is ook, ook best wel een complex thema. En het wordt eigenlijk vaak gezien vanuit: oh, ik ben, heb een burn-out, ik moet alle stress buiten houden. Ja. Terwijl je moet beseffen: het is, een, het is een balans tussen stressbestendigheid en stressbelasting. Ja. En uiteindelijk moet die hersteld worden. Dat betekent ook dat je probeert uh, je stressbestendigheid te verhogen. Met leefstijl, met uit te vinden wat binnen jouw passie ligt, wat je energie geeft. En daardoor kun je in korte tijd een stuk stressbestendiger worden. Natuurlijk begrijp ik als je net in een burn-out zit, dat je eventjes denkt van... Het, maar, ik, uh, ik ga even op de bank liggen, snap ik. Ja. Maar om uiteindelijk eruit te komen, moet je er op zo'n manier naar kijken. En niet alleen maar bang worden voor iedere stressprikkel die je krijgt, want... Uitdaging kan enorm stressverlagend zijn. Ja, dat is een mooie, inderdaad. Ja, dat, uh, dat, dat kan juist bijdragen. Ja, als je voor als iets lukt en je hebt een bevestiging, verdorie, die heb ik toch even geflikt. Ja. Nou, dan kan het enorm goed zijn voor je stressbalans. Ja, Ook als je dat weer terug naar de oertijd. Als de jacht gelukt is, is er ontspanning. Exact. En uh... Eigenlijk is het heel simpel allemaal. Ja, dit is natuurlijk <laughs> heel logisch. Alleen, ja. hè, ik, ik zei al, in, in de huidige wereld waarin je ja, toch een, af en toe een groepsdier wil zijn, ga je toch mee in de Red Race. Hè? Van, al, van Wat iedereen om je heen doet. En zo uh, loop je samen tervijn natuurlijk in. Ja. Ja. En het is mooi als we daar. Uh, <laughs> die, 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 die kunnen, kunnen stoppen. Ja, precies. Nou ja, maar inderdaad, ik bedoel, ik zal niet de hele podcast verwijzen naar de oertijd. Want dan snappen mensen er helemaal niks meer van. Maar. Uh, volgens mij is Casper van de Meulen, ik denk bij jou ook wel bekend, ja. um, die zei het een keer van: het is gewoon heel eng om nieuwe ideeën aan, aan te gaan, want dan val je buiten de stam. En dan ben ja. je ineens op jezelf aangewezen en vroeger. Dat betekent dat het gewoon doodgaat. Ja. Um, want kijk, de algemene consensus wat betreft gezondheid, tenminste, als we even buiten onze bubbel stappen, ik kan me niet meer voorstellen dat mensen daar echt naar neigen, maar schrijf van vijf brood melk ja. uh, dat is een beetje gehele lunch van iemand ja. um, en voordat je natuurlijk naar die nou ja naar, naar hormonen wijst is het moet je eerst een soort van iets iets stuk slaan bij iemand bijna voordat je tot die realisatie komt inderdaad als ik het soms met met mensen heb over gezondheid die niet helemaal hiermee bezig zijn zoals jij daarmee bezig bent of zoals ik er op een andere manier mee bezig ben. Ja. is. Ja, brood. Moet ik dat wel doen. Of. Een, het is ook gewoon lekker. En. Ja, en, uh, nee, maar je hebt natuurlijk. Uh, ik, ik besef de zelf ook al een soort, soort van. Uh, uh, transformatie in ondergaan als, als coach. Uh, in het begin was ik een soort fanatiekeling die, die dacht van. Goh, iedereen wil zo gezond leven als ik. En, yeah. en dan ga je op zoek naar. wat is het meest gezonde voedingspatroon? En dan kom je op dingen zoals intermittent fasting. Volgens een. Paleo-principe, um, maar vervolgens kom je erachter dat dat ja, hoe verder mensen van hun uh, van gemiddeld Nederlands leefstijl af gaan staan, uh, hoe meer ze ook zichzelf apart zetten, uh, hoe moeilijker het is om dingen, dingen vol te houden. En eigenlijk, ja, ja, moet je vooral gaan kijken wat uh, hoe gemotiveerd is iemand en hoe ver kan iemand op de lange termijn uh, gaan in zijn stappen. He, dus, je hebt natuurlijk eigenlijk, eigenlijk twee dingen: je hebt de oude lezer van een persoon. Hoe verder je daarvan af gaat staan, hoe moeilijker het wordt. Uh, en je hebt de omgeving van de persoon. Hoe, hoe anders je doet dan je omgeving, hoe moeilijker het wordt. Nou, en daar probeer je uiteindelijk, vanuit je, je, je gedachten over wat is nou de optimale voeding en de optimale leefstijl, probeer je voor iemand de stap te zetten die haalbaar is. En ja, ik ben eigenlijk van een uh, adviseur-docent uh, getransformeerd tot ook echt een coach naar blijvende gedragsverandering. Want daar gaat het ook heel vaak mis hè, bij, 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 bij mensen die. Ja, misschien een korte termijn even hormoonfactor gaan doen volgens de, de letter, echt. En vervolgens dan helemaal terugvallen en daar frustratie door krijgen. En dat wil je ook niet. Nee, precies. Je wil uiteindelijk duurzame verandering natuurlijk. Ja. En misschien is dat voor een heleboel mensen natuurlijk wel um, haalbaarder om wel gewoon af en toe wat modern eten eten ja en, en natuurlijk je hebt natuurlijk wel een logica vanuit logisch leven volgens de natuur en de, het huidige leven staat best wel ver van de natuur en iedere stap dat je dichter natuur, naar natuurlijk leven gaat ja hoe, ja, hoe beter ja, ja dat is eigenlijk wat je wat je wil en je moet beseffen uh, hoe groter de pijn bij de meeste mensen hoe verder ze willen gaan in hun stappen en het nee. preventie is maar zo'n klein stukje het is dus allemaal vanwege klachten en pijn als je mijn boeken ook ziet Um, dat gaat natuurlijk ook over de meest voorkomende hormoonklachten. 23 bij, uh, bij de mannen, 40 bij de vrouwen. Ja. En mensen die uiteindelijk in de fuik van de hormoonklachten terechtkomen via Google, die zijn op zoek naar klacht. Ja, ja precies. Ja, en dan is het eigenlijk al een beetje te laat. Maar goed, het is goed om, om dan te beginnen. Ook. Ja, want je kunt nog heel veel herstellen, ja. gelukkig. Ja, precies. Het is nooit echt te laat, natuurlijk. Maar het is nee. zonde voor die mensen eigenlijk dat ze ja, op dat punt moeten komen, natuurlijk. Uh, dan noem je al meteen wel iets... Uh, het verschil tussen man en vrouw natuurlijk, wat betreft de hormonen. Ja. En ik denk dat veel mensen ook denken, hormonen, is dat niet waar vrouwen vooral last van hebben? Ja, um, zonder te generaliseren, maar ik denk dat dat wel, ja, dat men denkt van, ja, vrouwen hebben een cyclus. Mannen, hormonen. Nee, klopt, maar in feite hè, hebben uh, mannen en vrouwen dezelfde hormonen. Uh, alleen, ja, ze doen het net even anders bij een vrouw, met je daar natuurlijk de, inderdaad een cyclus hebt. Um, en daarom. Wanneer merk je dat je hormonen hebt. Wanneer ze ja, of te kort of te veel worden, of dat ze schommelen. Ja vrouwen hebben natuurlijk door de cyclus van de maand, zeker de dag voor de menstruatie, dan merken ze echt wel dat er hormonaal wat aan de gang is. Hè? Want dan daalt oestrogeen en progesteron. Dan krijgen ze ander eetgedrag, dan kunnen ze zich depri voelen. En dan relateer je als vrouw dat natuurlijk aan hormonen. Uh, mannen, ja, wanneer hebben ze het over hormonen op jongere leeftijd. Natuurlijk hebben ze ook een puberteit, maar dan voelen ze zich vaak nog wel fit. En misschien wat jeugdpuistjes, maar dan denken ze niet zozeer aan... ik moet mijn hormonen in balans brengen. Wel als ze naar de sportschool gaan. Hè, op een gegeven moment wil je zo gespierd mogelijk worden. Die jonge doelgroep die naar de sportschool gaat, die gaat al wel aan testosteron denken. Ja, ja. Nou, heel veel mannen doen dat ook niet. En dan is de vraag, goh, wanneer gaan ze er last van krijgen van hun hormonen? Ja, dan heb je het meestal over de achteruitgang van testosteron als mannen ouder worden. Alleen dan is het nog de vraag, van, gaan ze dan naar hormonen kijken, naar testosteron, om het te optimaliseren? Of gaan ze het ouderdomsklachten noemen en dat ze er niks aan kunnen doen? Maar nou, dat zie je dus ook heel erg, uh, erg vaak. Dus ja, in, in feite, ik noem ook het, uh, het boek De Testo-factor voor Mannen. Ja, Testo-factor, dat klinkt stoer, dat, dat vinden mannen leuk om uh, te lezen, spreekt aan. als voor vrouwen vinden vrouwen interessant. als voor mannen, joh, dat had niemand gekocht. Nee, hè? nee, inderdaad. Dat, dat, dat klinkt dan uh, te vrouwelijk misschien. Omdat ja, ze dan denken van uh, ja, ik ben toch in balans. Ja, maar... ja en, en dan nog, uh, hè, nog steeds, uh, dat denk ik wel 95% op mijn site is nog steeds vrouw. Ja, en... die, die zoekt over onderwerpen over, uh, over hormonen. Interessant eigenlijk dat dat gewoon nog steeds zo'n groot verschil is. Ja, maar, maar mannen hebben ook een schildklier, hier. Je kunt ook een trage schildklier hebben. Of dat... En ook jouw, jouw burn-out, ja, als je kijkt naar hormonaal, hè, bijnieren maken stresshormonen, die staan ook enorm onder druk en functioneren vaak niet optimaal. Ja, daar wordt ook zelden naar gekeken door mannen. Zeker, en, en dat is ook het ding, uh, ik heb een, dus een burn-out gehad, dat is, uh, zitten we nu al oh, anderhalf jaar geleden, maar ik, in, sinds kort denk ik eigenlijk dat ik me pas realiseer dat ik heb de burn-out niet meer, maar nog wel een aantal klachten eraan overgehouden. Bijvoorbeeld die bijnier, hier, ik denk dat die nog niet hersteld is. Nee, welke klachten heb je? Nou, ik heb bijvoorbeeld dat als ik naar het licht kijk, weet je wel, dat, dat het dan een beetje, nu valt het mee. Ja, maar... prikkelgevoeligheid prikkelgevoeligheid en het is een soort van, op de lichtbron is het net iets waziger. Weet je, ja. alsof je net uit het zwembad komt en je zo aan het knipperen bent. En... Ja, klopt. Dat heb ik. En s ochtends, de allerduidelijkste, cortisol is niet op een hoogste punt in de ochtend. Nee, dus jij merkt van, hé, je was misschien meer een ochtendmens ja. en nu nog steeds is dat niet helemaal hersteld. En dat komt omdat uh, ja, de hormonen van de bijnier, die maken je stressbestendig, die schoppen je morgens wakker. Um, daarnaast uh, is het ook, uh, ja, als je het hebt over prikkelgevoeligheid, uh, vaak is bij, bij, bij een burn-out je zenuwstelsel overbelast geweest, je stresssysteem is overbelast geweest. Functioneert niet optimaal en wat je ogen moeten doen bij een stressprikkel vanuit licht, dat is meteen die pupil klein. Ja. Je ziet bij iemand met bijna-uitputting uh, en de restanten daarvan nog, zie je vaak dat die moeder klein blijft. Dan zie je hem ook een beetje bewegen. En dat kan ook betekenen dat je concentratie wat moeilijker vast te houden is. Maar als je pupil niet klein blijft bij dat licht, dan krijg je er natuurlijk veel meer last van van het licht. Ja. En, en, en dus je, en je moet beseffen: op een gegeven moment kun je lichamelijk wel een beetje herstellen al, dan kun je weer lekker uh, functioneren. Maar ik zie meestal uh, dat het snelste herstel optreedt, niet aan de stressbelastingkant om die te verlagen nog, maar vooral de stressbestendigheid verhogen door, door echt dingen te gaan doen die binnen jouw passie liggen. En ja. dan kun je. Dat, dan zie ik vaak kunnen mensen heel snel herstellen. Ja, ik, ik merkte het vooral inderdaad toen podcasten begon. Toen um, leukere mensen om mij heen. Leuker subjectief, maar voor mij ja. betere mensen. Um, leuker werk. Dat ik, ik moest nog steeds heel veel herstellen. Dat heb ik nog steeds. Maar inderdaad, de, ja, de belastbaarheid is groter. Ja. Dus uh, dat, dat merk ik zeker. Maar bepaalde factoren die daar nog steeds. Uh, een beroep doen op mijn stress. <laughs> ja, uh, ja die, die zijn er nog steeds. Ja, dus je moet je goed eens vragen stellen nu. Je bent podcasten gaan maken. Wat binnen de podcast maken geeft me energie? Wat kost me energie? Ja. En, en als je vooral dat energiegevende deel. als je dat zo groot mogelijk maakt. en het andere het liefst hulp vragen, delegeren, noem maar op. dan kan het nog veel sneller gaan met je herstel, denk ik. Maar ja, er hoort bij ieder ding wat je gaat doen. Is, kan binnen je passie zijn. Maar er horen ook dingen bij die, die dat niet zijn. Uh, bij alles wat je doet, datzelfde, hè? of mijn eigen ervaring mag spreken. Er zijn heel veel ach dingen achter de schermen waar mijn compagnon heel veel passie voor heeft en ik niet. <laughs> en zo ja, hebben we dat uh, heel goed kunnen verdelen. Want, ja. Ja, want ik heb ook eigenlijk door mijn uh, carrière met hormoonfactor ook ja, best wel behoorlijk wat stress uh, op me afgekregen. Alleen ik, ik heb het toch uh, zonder enige kleerscheuren qua uh, burn-outs en zo doorheen gekomen. Mooi. Ja, precies. Nou ja, maar dat is. Ik bedoel, kijk, uh, stress en moeheid is natuurlijk vrij complex. Want het kan natuurlijk uit hele verschillende hoeken komen. En dat vind ik ook nog steeds wel lastig met uh, hormonen. Is omdat het allemaal met elkaar te maken heeft, is waar begin je? Weet je wel, is het je schildklier zijn het je darmen, is het je bijn Ja. En zo heb je natuurlijk nog een heleboel andere factoren. Um, waar begint men als het aankomt op hormonen? Nou kijk, als iemand voor preventie wil werken, is het iets lastiger zoeken. En dan ga je natuurlijk breed naar je leefstijl kijken van je afgelopen jaar. Goh, binnen de thema's voeding, stress, mentaal, uh, bewegen, dat soort dingen. Waar kan ik dan veel winnen? Dat is lastiger dan wanneer iemand de klacht heeft. Als iemand de klacht heeft, dan ga je vooral kijken wanneer is die klacht begonnen. Wat is er voorafgaand aan je leven veranderd? En dan kom je vaak wel achter de, de angels die je eruit moet trekken uiteindelijk. Dan is het nog steeds de vraag, wil een persoon die allemaal eruit trekken of wil die liever een stressprobleem met voedingsaanpassing oplossen? Wat ze soms proberen, nou, dat gaat dus helemaal niet. En dus, dus dat is even de, de vraag. Alleen, je, je bent al heel goed bezig als jij bereid bent jezelf de spiegel voor te zetten over je leefstijl het afgelopen jaar. Dat doet bijna niemand. Hè? Het is bijna altijd uh, vanaf morgen moet het anders. Hey, ik heb, de pijn is nu groot genoeg. Nu moet ik een eetschema hebben en ik ga er, vanaf morgen ga ik het helemaal anders doen. Ja, en dat weet je, dat gaat gewoon niet lukken. Ja, want dat, 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 misschien als je een korte doel hebt, stel je voor oh, ik moet dan trouw, Ik wil niet trouwjurk staan. Of dat kan. Maar als je op die manier zonder terug te kijken, de komende tien jaar je leefstijl wil veranderen, dan kun je vergeten. Ja, ja maar dat, dat is ook on, ontzettend laat. Ik, ik betrap mezelf er ook op dat ik denk van oh, ik moet anders gaan eten weer, ik moet dat weer bij gaan schaven vanaf morgen. Maar eigenlijk is het bij mij in ieder geval, als ik voor mezelf spreek, gewoon minder doen. Mm -hmm. Rustigere omstandigheden creëren voor de e echte kwalitatief ho hoge activiteiten voor ja. mij. En um, dat zou voor mij bijvoorbeeld een hele. Ja, en eigenlijk op alle um, pijlers: voeding, training, stress, mentaal, al die dingen. Je kijkt vanuit heli helikopterview naar je lange termijn gemiddelde. Ja. Hè, dus, dus ook qua. Je, je wil je stressbelasting gemiddeld misschien omlaag hebben, nu je nog niet helemaal hersteld bent. Ja. Snap ik. Maar dat wil niet zeggen dat je even een korte uitdaging aan kunt gaan. Dan weet ja. je gewoon, oké, okay, nu ga ik hiervoor. Hier heb ik echt zin in. Dit ligt binnen mijn passie. Ja. Dan maar eventjes uh, iets meer uh, uitdaging en belasting. Ja. En de rest van de week trek je het weer in balans. En dat geldt voor voeding ook. Elke een keer een feestje hebt en je denkt van, ah, oh, daar heb ik zo zin in. Ik ga nu eventjes uh, wat minder aan de richtlijnen houden. Maar de volgende dagen trek je het gewoon weer in balans. Geen probleem. Alleen, ja, veel mensen die gaan alles op niets doen. Hè? Bal onder water, bal knalt omhoog. En vervolgens denk je, oh, ben ik ben toch slap. Ik heb gefaald. En dan ga ik nog vier dagen verkeerd doen. Ja, precies. Ja, ja dus het sowieso is denk ik gewoon uh, slow but steady wins the race. Eigenlijk met alles natuurlijk. Ook ja. met gezondheid. Um, maar inderdaad, oké, okay, preventief. Wat, wat voor pijlers moeten we aan denken? Je hebt natuurlijk uh, leefstijl. Je traint ook veel natuurlijk. Ja ik, ja, ik train, ik denk, slim. Ja, train dat ik, vooral. Ja, precies. Maar consistent, laat ja. ik het zo zeggen. Consistent. Ja. Um, en, en training is bij mij um, ja, vooral ook een esthetisch uh, dingetje. Ik heb ja. even wat op te lossen uit de coronajaren. Want toen uh, was ik mijn frustratie op mountainbike aan het afreageren. Ja. En met cardio. Ja. Vervolgens kom ik erachter, hey, ik ben mijn kont en mijn benen kwijt. Ja. <laughs> <laughs> nou, die heb ik nou weer teruggevonden. Ja. Door uh, twee keer in de week uh, als een beest benen te trainen. Want ik heb, dat is mijn... Uh, ja, ik ben een flamingo van mezelf. Hè, ja. Dus ik moet daar heel hard voor werken voor met je spiermassa. Oh ja. Nou, die heb ik er vanuit die doelstelling uh, dus weer opgezet. Nou, goed, dat is één van de, van de pijlers. Alleen, ik weet ook hè, dat als ik dat drie, vier keer in de week zou doen, dan, uh, dan ga ik uiteindelijk minder worden. En ik weet ook, dat ga ik nooit de rest van, de rest van mijn leven doen. Dus ik, ik weet wat ik nu doe, dit ga ik jarenlang volhouden. Precies, ja, dat, dat is inderdaad ook het belangrijkste. Dus je traint. Ja. Let op je voeding. Voeding zeker, maar ook niet, niet zo freaky als mensen denken. Ik bedoel, het gaat er niet om, Ralf weet alles over voeding. Dus Ralf zal wel perfect eten. Nee, ik leef ook in die samenleving die, ja. uh, waar je een goed gemiddelde wil draaien met al die verleidingen. Ja. Dus ik, uh, ja, ik neem ook wel eens alcohol, meestal eens in de twee, twee weken. Dat is meestal niet, niet gigantisch veel. Maar ik uh, hou ook van chips en dat soort dingen. Alleen ik ben wel iemand die, die zie je af en toe wat verkeerds doen. Ja. Maar die dan wel daarna meteen de dagen daarna in balans trekt weer. Dan moet je wat scherper. Ja. En dat is eigenlijk wat je bij de meeste mensen die blijvend in shape zijn op een leuke manier uh, dat dat zie je. Die zie je ook gewoon uh, dingen ver, eigenlijk volgens de richtlijnen verkeerd doen. Alleen ze hebben een goed gemiddelde op de lange termijn. En ja, degenen die alles perfect aan het doen zijn, zijn vaak de bal onder waterhouders ja. die daarna uh, terugvallen en het gemiddeld slechter doen dan de persoon die zich wel af en toe die dingen toestaat. Yes. Ja. Ja, precies. Alleen ik heb dan wel het idee dat dat voor mensen al meteen weer een soort excuus is. Zo van, oh, zie je, zij doen het ook. Dus dan kan het. Maar dan denk ik wel van, ja, maar Ralf heeft die 80% wel echt gehoord. Ja, ja, natuurlijk. Ja, dat is wel het verschil natuurlijk tussen jou en... Ja, alleen ik wil het ze wel zo, zo leren, want ik geloof niet ja. in, in, in perfectie. Uh, als je de teugels niet kan laten vieren af en toe, dan ga je het niet volhouden. Yes. En, 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 en wordt op een stresspeiler wordt het, wordt het, gaat het helemaal mis. Ja. <laughs> Maar de teugels wel aan kunnen trekken. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, ja, alleen, alleen je hoeft de teugels niet zo heel hard aan te trekken. Nee. En, en dat hoop ik mensen te leren. En dus dus de mensen die, die dan denken van... Oh, ik, ik ga nu helemaal los. En vervolgens gaan ze sla eten de dag erna. Ja, dat is, is geen manier. En, en ik ga ook... Doordat ik daar een mee om kan gaan... ga ik ook niet helemaal los op zo'n moment. De mensen die zichzelf heel beperkt hebben... die zie je ook gewoon in één dag uh, gigantisch schade doen. Ja, ja precies. Ja, dan, uh, dan gaat het het snelst fout natuurlijk. Ja. ja, en eigenlijk is het uh, als je dat goed aan gaat leren, het thema uh, voeding en het thema training, op een gegeven moment dan weet je het wel ongeveer wat bij jou past en wat je behoorlijk goed volhoudt. Ja. Uh, het thema stress en mentaal wordt dan lastiger. Uh, want dat is, dat is heel, altijd veranderend. En je kunt je, je voeding nog redelijk stabiel houden en je, je training. Maar je ziet op stresspijler dat uh, goed, je, je zult net in een uh, je relaties gewoon slecht gaan. Je kunt de druk hebben op het werk, uh, je kunt in een verhuizing zitten. Het ja. leven blijf je op die manier uitdagen. En daar kun je ook een beetje wel skills uh, creëren. En dat als jij merkt dat je leefstijl niet meer prioriteit één is, doordat er allerlei dingen in het leven gebeuren, dat je daar bewust van bent. En dat je jezelf als je terugvalt in gedrag. Um, wel de vraag stelt: waarom vond ik het niet belangrijk genoeg meer? Ja, ja, en, ja. en dat doen vaak we weinig mensen. Ja, dus dat zelfreflectief vermogen is wel echt cruciaal. Ja, voor alles in het leven. Ja, ja precies. Ja, je moet gewoon uh, weten waar je op dat moment staat. En daar gewoon ja, eerlijk over en Eerlijk zijn. En af en toe de, kun je ook zeggen van oké, okay, ik, ik zie me niet, ik zie in deze setting de komende weken het niet voor me dat ik dit om kan draaien. Dat ik de leefstijl weer een prioriteitje hoger kan zetten. Maar ja, dan ben je in ieder geval eerlijk naar jezelf toe. Ja. Um, en dan hoop ik dat je na die drie weken wel onmiddellijk uh, die leefstijl weer hoger zet. Juist. Ja, precies. En waar um, moeten we dan naar kijken als bijvoorbeeld, uh, je hebt het natuurlijk vaak over een schildklier, of, of, of je lever. Nou ja, darmen, we, we, we noemen ze nu een aantal keer. Ja. Maar voor veel mensen, bijvoorbeeld, is een lever gewoon, ja, dat filtert. Maar hoe, hoe beïnvloed je um, die factoren afzonderlijk en tegelijkertijd dat ze samen. Goed gaan samenwerken. Dat is, ja, dat, He, dat, dat, is, dat is de vraag. Moet je wel ontzettend in gaan zoomen in de meeste gevallen. Kijk, als we het hebben over, ja. over hormonen, ja. als ik die in balans wil krijgen, ben ik binnen al die thema's voeding, training, stress, mentaal in een maatwerkprogramma aan twintig ja. knoppen aan draaien. He, het liefst ja. nog minder. Ja. Vaak begin je met met vijf knoppen die mensen kunnen behappen, ja. en dan komt er misschien wat bij. Hm. Maar om het echt optimaal te hebben, ben je altijd met meerdere dingen bezig. Dat maakt het ook uh, wetenschappelijk wat lastiger. He, want ook, ook het uh, mediterraan dieet, wel veel onderzocht. He, je ziet het is uh, gezond. En het gaat niet alleen om de voeding, maar ook om de samenleving. Om de, om de, de vitamine D van de zon en noem maar op. He, wat je daar naar je toe krijgt. Ja, zo krijg je uiteindelijk met leefstijl hormonen ook in balans. En met leefstijl wil je dus hormonen vragen om in balans te komen. Je kunt ook proberen iets te dwingen. En dat doe je eigenlijk met medicijnen of hooggedoseerde supplementen. En dwingen. Lost soms op de korte termijn iets op, maar geeft je vaak een andere reactie van het lichaam. Dat is wel een beetje het nadeel. Hè? Dus als jij zegt, goh, je wilt nu uh, de lever optimaal laten functioneren. Nou, zorg er eerst voor dat het ding niet vervet is. Dan ben je al heel erg blij. Wat houdt dat in voor de, voor de mensen die dat niet weten? Nou, goh, eigenlijk wat heel veel mensen hebben in de huidige tijd, dat noem je syndroom. En door de westerse leefstijl noemen ze dat ook wel. Dan krijg je overgewicht, um, je krijgt veel ontstekingen. En op een gegeven moment gaat de bloedsuiker oplopen, je cholesterol en je bloeddruk. Dat is de westerse ziekte die er eigenlijk uh, bestaat. Um, ja, en dat komt door te veel eten, bloedsuikers te vaak laten stijgen, uh, bewerkt eten, weinig bewegen, weinig trainen, stress hoog op laten lopen. Nou, dan eindig je vaak uiteindelijk uh, zo. En het vervelende is in die setting dat ook je organen kunnen gaan vervetten. En dat hebben best wel veel mensen. En het lever is daar natuurlijk één van. Het is niet handig om uh, hè, of alcoholische leververvetting te hebben of gewoon vanwege overgewicht en syndroom. Dat is eigenlijk de, de andere variant. Daarnaast moet natuurlijk de lever zijn werk kunnen doen... doordat hij voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Je hebt meerdere fases van ontgifting. Het is er zijn heel veel groenten voor nodig. Bladgroen voor de enzymen die de ontgifting mogelijk maken. Maar daarnaast zijn er ook heel veel cofactoren actief. Denk aan allerlei vitamine, B-vitamines en dat soort dingen zijn belangrijk. Eiwitten ook belangrijk. En eigenlijk... Ja, is het best wel logisch. Hè? Om je leven goed te laten functioneren, ben je vanuit uh, vanuit helikopterview weer bezig op al die hormoonfactor stappen. En misschien kun je het lichaam of kun je het leven nog een beetje helpen door een supplementje hier en daar. En dus uh, dan heb ja, je is. natuurlijk allerlei supplementen om de ontgifting te, te, te verbeteren. Maar goed, als het al goed functioneert, ja, dan, dan zal die alles al oplossen. Wat, wat moet. En dan kun je er nog iets extra bij gaan geven, maar dan heb je niet meer resultaat. Ja, precies. Ja. Want denk je ook niet dat dat. Um soms van toepassing kan zijn als het bijvoorbeeld je hebt een dermate achterstand dat je dan af en toe even een ja een shock is dan misschien niet het goede woord maar een gezonde shock absoluut nee, ik vind ook je kunt zeggen van oké okay, als je vitamine C te weinig binnenkrijgt dan krijg je scheurbuik nou goed dat uh, waren schepen die ziekte die vroeger hadden dan ga je natuurlijk niet zeggen van ik ga kijken in mijn voeding waarom ik te weinig vitamine C binnen krijg en dat ga ik nu ophogen in mijn voeding. Nee, dan ga je onmiddellijk vitamine C laten nemen dat het opgelost is en tegelijkertijd de oorzaak aanpakken. Dus symptoombestrijding prima als je tegelijkertijd maar naar de oorzaak kijkt en soms kun je uiteindelijk dan zonder de symptoombestrijding en dat is eigenlijk zoals ik uh, meestal werk. Soms is het zo dat iemand een medicijn moet blijven gebruiken omdat die, die, de oorzaak niet helemaal weg te nemen is. Als iemand een schildknie verwijderd uh, heeft, kan ik geen schildknie terug laten groeien. Ik kan ook niet de overgang terugdraaien bij een vrouw, dat ze in één keer weer gaan menstrueren. Nee, zeker niet. Hè, maar daarnaast kun je complementair aan de symptoombestrijding met medicatie, kun je uh, met leefstijl de rest eromheen optimaliseren, wat vaak uh, ook heel veel uh, voordelen heeft. Mooi. Ja, ik, ik, ik probeer dat te vergelijken met ga je het plantje in de grond een injectie toedienen of ga je de grond gezonder maken? Ja. En dat is eigenlijk wat jij doet met hormonen. Ja, klopt. Dus uh, de algehele grond eigenlijk in zijn geheel gezonder. Ja, en en, en met, als je het hebt uh, hetzelfde voorbeeld. Goed, ze zijn nu uh, sommige planten aan het uh, boosten met hydrocultuur in plaats van grond. Ja, dat is ook alleen maar om de groei te optimaliseren voor de opbrengst. En misschien iets richting smaak te doen. Dus ik weet niet precies wat ze, daar, ja. wat ze daar doen. Maar ja, je bent in feite, als je dat op die manier doet, ben je, begeef je je op glad ijs. Want je bent buiten de natuur bezig, experimenteel. En dat noem ik. Ik noem heel veel dingen die buiten de natuur zijn, experimenteel. Net zoals uh, bouw toevoegingen aan levensmiddelen. Ja. He, dus, dus in feite zou ik, zou ik nooit zeggen van dit één nummer zorgt voor die ziekte en het is levensgevaarlijk. He, nee, het is, het is echt zo. Ik noem het een experimentnummer. En uiteindelijk kan het zo zijn dat je, als je heel veel dingen buiten de natuur doet, dat uiteindelijk de emmer overloopt. Waar misschien ook een één nummertje in die emmer zit. Alleen dat weten we niet goed. Dus ik blijf het liefst uh, doen waar we het meeste ervaring mee hebben. Kijken naar de blue zones en uh, zo natuurlijk mogelijk uh, leven. Mooi. Ja, ik had het toevallig gisteren nog met een vriend van mij over. Het ging volgens mij over bepaalde supplementen en technologie natuurlijk, en um, kwam erop neer dat wat mij betreft de natuur is altijd uh, komt altijd terug bij een nulpunt, bij balans. Ja. En uh, dat dat dan een gezonde cyclus is om daar van wat vanaf te wijken. Van gaat het naar wat naar rechts gaat het naar links. maar uiteindelijk kom je altijd weer bij dat nulpunt terecht. Ja. Als je de omstandigheden gewoon eigenlijk een beetje laat gebeuren, appvloed, ja. seizoenen. En dan kom je eigenlijk bij je natuurlijke optimum terecht. Um, de vraag is: neem je daar genoegen mee? Je kunt natuurlijk ook anabole steroïden nemen. Ja. Dan word je gespierd en dan je de natuur zou doen. En dat ja. geldt voor allerlei. Je kunt drugs nemen. door je bepaalde gewaarwordingen hebt die anders zijn dan je natuur zou hebben. Maar je weet meestal als je hoger gaat dan je optimum, wat natuurlijk mogelijk is, dan zul je daar op een gegeven moment toch de prijs van moeten betalen. Dus ik ben daar zelf wel voorzichtig mee. Ja, precies. Ja. ja, ik heb altijd het idee dat, mits je natuurlijk gezond geboren wordt. wat, wat als het goed is, het, het grootste deel wel heeft. Dus je krijgt, net zoals bij een spelletje, weet je wel. je krijgt 100 procent. En bij de een is het uh, 10, 10, 10, 10, 10 verdeeld. En bij de ander 50, 30, 20 en 10. En ik denk dat het, um, ja. dat je een beetje moet kunnen leven naar hoe jouw balans is ingesteld. Ja, het is allemaal maatwerk. Ja. En dat maakt het ook best uh, lastig. Ook zeker als ik boeken schrijf. Ja, ik kan een ik kan boek... Ik kan wel een soort uh, iemand in beweging zetten... in een zoektocht naar zichzelf. Uh, maar echt maatwerk bieden kun je ook niet. En dat kun je uh, in consulten dan weer wel. En dat vind ik zo leuk nu... Hè, ze, inmiddels met die bakervaring die ik heb... dat ik nou weer wat, wat van die consultensessies gedaan heb. En dan zie ik ook de ontwikkeling van mezelf als coach. Het is ja, zo ontzettend anders geworden. In het begin, als je net... Vooral kennis vergaard, je hebt weinig ervaring, dan probeer je mensen in een soort mal te gieten. Ja. En dat, dat, dat gaat, hoe meer mensen je begeleidt, hoe, hoe meer maatwerk het wordt. Misschien was je vroeger de, het supplement als coach en nu ben je de gezonde grond. Ja, dat is een hele mooie vergelijking, absoluut. <laughs> ja. Die houden we erin. Ja. Maar ik zou mezelf ook geen coach noemen dan hoor. Ik was eigenlijk ik was gewoon een adviseur. Geen ja, coach. Precies, ja. Ja, ja inderdaad. Dan, dan, dan was dat misschien iets meer symptoombestrijding uh, dan, dan dat het nu was eigenlijk. Ook. Zeker. En ook een soort onzekerheid van mezelf. Hè? Van ik ga eerst laten zien aan die cliënt hoeveel ik van hormonen weet en ja. van leefstijl. Dan zou die wel onder de indruk zijn. Ja. Ja, 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 maar daar gaat het niet over. Nee, precies. Mooi, mooi die ontwikkeling, inderdaad, ja. ja. Um, dus als ik het goed begrijp, eigenlijk uh, maak ik op uit de vragen die ik stel dat ik eigenlijk ook te veel inzoom op één bepaald uh, orgaan bijvoorbeeld. Of, hoe weet je ja, wat? maar dat is vaak de, 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 de soort cyclus die je doorloopt. Hè? Je, je krijgt interesse in een onderwerp en dan ga je op een gegeven moment ergens op inzoomen inzoom, wat je passie heeft. En dan kom je er later achter van, oké, okay, ik heb toch wel een behoorlijke blinde vlek ontwikkeld. En je mag fouten maken, daar leer je van. Maak alsjeblieft fouten. Ja, precies. Dus ga er maar lekker in. Ja. <laughs> nou ja, met die burn-out heb ik dat goed gedaan. Ja, vandaag. je hebt al wat al dingen ja. uitgetest. Je bent goed aan het testen. Ja. Maar um, ook daarin realiseer ik me nu... nu ik met jou aan het praten ben... is dan oké, okay, burn-out, bijenier uitputting... maar dan zit het hem eigenlijk ook niet... in de bijenier oplossen. Die uitputting. Nee. Het gaat niet om de uitputting. Het gaat om, ook weer om... Om, om, om je hele leven. Ja. En dan confronterend als het dan is terugschroeven. Het is even een realisatiemomentje voor ja, mij. Ja. <laughs> terugschroeven in de drukte, want je kan wel gezondere dingen erin stoppen, maar als je de omstandigheden te stressvol maakt, zoals ik eigenlijk doe, gewoon te veel leuke dingen is ook stress. Uh... Ja, maar meestal is het zo om die leuke dingen te doen dat er toch heel dingen omheen komen die niet leuk zijn, hoor. Ja, precies. Uiteindelijk ja. is dat vaak wel dat, ja. uh, het verhaal. En het is uh, ja best uh, spannend om, om echt naar jezelf te kijken, hoor. Uh, en heel veel mensen leven natuurlijk een leugen. Ja. ja, nee, zeker. En als je dat bij jezelf gaat uh, realiseren. dat is best wel uh, confronterend, ja. Ja, nee, absoluut. Nee, ja, maar de, ik bedoel, ik weet nog dat ik. Uh, destijds stelde ik jou wel in, in de burn-out. Ik weet niet of je realiseerde toen dat ik een burn-out had. maar ik ja. stelde wel eens een uh, vraag aan jou inderdaad. en uh, aan bijvoorbeeld ook Casper van der Meulen. Een beetje eigenlijk jullie twee en dan heel af en toe Richard bijvoorbeeld nog wel eens een vraag. En toen zei Casper op een gegeven moment ook tegen mij. van... Je doet alles goed. Te goed, misschien wel. Weet je, je hebt voor alles heb je wel een trucje. En voor alles heb je wel een oplossing. Maar misschien moet je het gewoon even, allemaal even loslaten. Ja. Laat het gewoon even gebeuren allemaal. Ja, over focus is wat ik veel zie ook bij mensen die uh, hiermee gaan, uh, gaan werken. En zeker als het het thema burn-out betreft. Hè. Veel mensen die, die hebben een, zijn in een burn-out gekomen door perfectionisme, door controledrang. Ja. En die gaan dan daarna datzelfde trucje gebruiken om beter te worden. En dat werkt ja. niet. Nee, dan ben je het eigenlijk aan het oplossen met daar waarmee je erin kwam. Ja, <laughs> dat dus, <laughs> ja, <laughs> ja, is, uh, is een mooi proces. Ja, ze net mensen, joh. Ja, ja. soms <laughs> ja. zou je bijna denken dat ze net mensen zijn, inderdaad. Nou ja, ik was ook bij vrienden van aan het inventariseren van, ja, waar lopen jullie tegenaan wat betreft uh, hormonen en dergelijke ja. natuurlijk. En uh, nou ja, mijn vrienden trainen allemaal, gelukkig, fijn. Ja. Um, Ikzelf ook. En um, dan komen we er altijd achter van, nou, weet je wel, uh, ik heb een vriend die powerlift. Dat doet hij ontzettend goed. Um, een vriend van mij doet calisthenics. Ik doe gewoon, uh, gewoon trainen, zou ik het bijna noemen. Ik ga naar de sportschool, ik probeer wat compound oefeningen te doen. Ja. En eigenlijk meer voor gezondheidsreden dan echt esthetisch. Um, maar... Hoe train je optimaal voor je hormoon? Want ik weet bijvoorbeeld, een vriend van mij, die powerlift. Die traint soms twee, drie uur. Dat als ja. powerlifter ontkom je daar bijna niet aan. Zeg maar. Nee, Daar heb ik heel veel rust tussen je. Ja, neemt, ja precies. Want inderdaad, als ik zeg, hij, twee, hij traint twee, drie uur. Ik denk dat hij netto een half uur traint. Ja. Maar natuurlijk, uh, daar zit soms een kwartier rust tussen bepaalde squat, bijvoorbeeld. Ja. Um, nu heb ik jou horen zeggen. Na drie kwartier geloof ik. Dan gaat je cortisol meespelen. Ja, je cortisol op een gegeven moment gaat meedoen wanneer jou, jouw glycogeenvoorraad, je voorraad suikers af gaat nemen. Bij de, deze powerlifter is drie uur bezig, maar waarschijnlijk uh, zal hij nog uh, heel veel suikers over hebben. Mm -hmm. Dus dat is bij voor hem niet het geval. Maar als jij uh, met weinig rust intensief gaat trainen. Ja. Ja, dan kan je na drie kwartier kun je soms wel uh, heel veel stresshormoon aanmaken. En op zich is dat niet wat je moet voorkomen. Alleen je moet het niet nog een uur doortrekken, want dan breek je misschien meer af dan je opbouwt. Ja, en hormonaal en met training is het gewoon uh, eigenlijk de vraag: goh, welk lichaam wil je hebben? En met training kun je ontzettend veel creëren. Als jij een duursport live maakt, zal je hormoonsysteem daar zo op reageren dat hij goed wordt in duursport. En dat betekent uh, hormonaal dat je behoorlijk goed moet worden in het energievrij maken, terwijl als bodybuilder moet je heel goed worden in het energie opstaan als spiermassa. Uh. En daar zijn hele andere hormonen bij betrokken. En dus als je kijkt naar iemand die traint op duursport, die is uh, ja, heel veel in uh, stresshormonen bezig, en daar moet hij heel goed in zijn om cortisol aan te maken, bijvoorbeeld, hè, om uiteindelijk suikersvrij te maken. Dat zorgt ervoor dat je spiermassa verliest. En je breekt heel veel af, dus dan krijg je duursporters vaak dunne armpjes, de weinig spiermassa, soms uh, nog best wel wat vet op de buik. Zeker als je ultralopers kijkt, hebben echt daar nog een vetopslagje. is ook handig om, zeker dat heb je ook nodig voor je, voor je, voor je sport uiteindelijk. En dan krijg je het lichaam wat daarbij past. Uh, de meeste mensen die mijn boeken lezen, Testofactor, Factor, Moments voor vrouwen, willen of het mensheld coverfysiek of het women's held coverfysiek. Ja, en daar hoort uh, een andere training bij... wat vooral met krachttraining te maken heeft. Uh, eigenlijk train je als een soort uh, natural bodybuilder. Uh, soms wordt gedacht als bodybuilder... Uh, dat je dan enorm gespierd wordt. Nou ja, zonder het gebruik van anabolen. Ja, er zijn er maar weinigen... die echt heel gespierd kunnen worden. Um, en al helemaal als je de combinatie wil maken... met een laag vetpercentage. Dus zit het bij elkaar eigenlijk een beetje. Ja, ja. En om dat, dat fysiek na te streven... heb je het meestal over een uh, driekwartier krachttraining. Um, en... Een kwartiertje cardio om je conditie op peil te houden met interval cardio. Ja, en dan kun je op een efficiënte manier eigenlijk uh, die fysiek... Uh, kun je daar in de buurt gaan komen. natuurlijk als je je voeding ook aanpast. Dat is ja. natuurlijk de, deel 2. Ja. En de rest van de, van de voorwaarden zijn belangrijk. Maar drie keer in de week trainen. Uh, full body kan al bij mensen heel veel, uh, heel veel doen. Drie keer in de week full body. Oké, okay. en, ja. en uh, heb je dan... Ook nog een bepaald, want daar zijn dan ook weer heel veel uh, ja. meningen over hoeveel rust je moet hebben 24 uur, 48 uur. Nou, ik, ik denk als je dezelfde spiergroep hebt, moet het sowieso 48 uur. Hè, voor, voor, voor de, als het gaat om dit doel, hè? Ja, precies. Ja. Ja, ja, precies. Dus, natuurlijk, je, je kunt ook een ander soort sport beoefenen waarbij je sneller herstel vereist ja. uh, is. Ja. Alleen in dit geval wil je dat de spier niet alleen hersteld is, maar ook dat je nieuwe spiermassa gebouwd hebt, dus hypertrofie. Ja. Dan heb je dus minstens 48 uur, uh, uur voor nodig. Uh, hormonaal werkt uh, full body optimaal. Omdat als jij uh, ja, na de training een anabole impuls krijgt van benen trainen. Dan heb je biceps ook wat aan. Hè? Dus daarom is het handig om ze allemaal te doen. Alleen is het ook weer per persoon verschillend. Hè? Hoe goed ga je hierop? Of misschien wil je je training toch iets aanpassen. Want je hebt esthetisch bepaalde zwakke punten. Waar je meer aandacht op wil uh, leggen. Ja, dan wordt het wat meer uh, maatwerk. Hè? Dat ik nu uh, twee... Uh, Benendagen in de week heb, komt gewoon omdat ik daar een, een zwakte heb liggen en dat ben ik aan het oplossen. Juist, ja precies. En ga je dan, de, uh, zeg maar, je hebt het timen van eten en al dat soort dingen. Ben je daar nog heel druk mee bezig? Hoe je daarmee nou, neet? Nee, het belangrijkste als het gaat om, om, om spiermassa kunnen opbouwen, is dat je als je aan de bol bent na de training, dat je voldoende voeding hebt en dat gaat... Uh, er wordt vaak over eiwitten gesproken. Natuurlijk zijn eiwitten belangrijk voor spiermassa. Maar bijna iedereen krijgt genoeg bij eiwitten binnen. Het gaat meer om je caloriebalans. He, dat je in ieder geval voldoende calorieën binnenkrijgt. Want als je en een ultra-laag vetpercentage wil hebben. en spiermassa wil winnen. dat gaat eigenlijk niet goed samen. Okay. He, dus dat, is een, dat bijt elkaar een beetje. Dus die voeding moet goed zijn. Daarnaast moet je voldoende uh, rusttijd hebben. Je moet goed slapen. Uh, en het is natuurlijk ook zo dat jij minder goed kunt herstellen als jij gigantisch actieve baan hebt uh, de hele week door. Hè? Ja. Dus je moet echt qua maatwerk kijken van hoe kan ik deze balans optimaliseren. En uh, als we heel veel stress hebben, ja, is er ook weer cortisol aanmaakt, breekt ook weer spieren af. Dus uh, ja. Lekker, fijn om te weten. Ja, ik heb, ik heb ooit een natural bodybuild podium gestaan. Ja. Um, dus geen steroïden, maar wel probeer zo gespierd mogelijk te worden. Dat was in mijn studententijd. Toen had ik benen getraind. Toen lag ik met de halve da half dag met de benen omhoog. <laughs> uh, en dat is een hele andere omstandigheid. Ja, ja precies. Wel lekker. Ergens lijkt me die leefstijl... gewoon je traint en de rest van de dag is rust voor groei. Ja. Dat is eigenlijk, misschien zou ik dat qua werk ook zo moeten insteken eigenlijk. Het is, uh, het, het is heerlijk. Ja, het, ja, als je dat op oh. die manier doet. Maar ik weet nog wel, in die tijd was het voor mij... Ook dat trainen en van dat ik me bezig zijn, ook een beetje een soort van ja, compensatie voor dat ik mijn studie niet zo heel erg leuk vond. Ja. En dat ik toch weer een gevoel had van nuttig te zijn en controle in het leven op die trainingen, ja. vaste trainingsmomenten, daar mee bezig zijn. Ja. Want uh, in mijn, mijn studie levensmiddeltechnologie... aan de Wageningen Universiteit wilde ik gezonde producten maken, maar daar was in de stages te weinig uh, vraag naar en het was te natuurlijk. Geen patenten aanvragen, geen octrooien. Uh, en daar liep ik echt wel een beetje vast. Dus dan ja. uh, ging ik naar andere dingen zoeken. Dus toen dacht ik, nou, ah, dan gaan we dat maar doen. Nou, dat dient wel. Uh, doel uiteindelijk. Uiteindelijk uh, ja. heb ik daar veel van geleerd. Ja. En ook, ook geleerd hoe je het niet moet doen. Ja. Uh, als je ergens je hormonen in bala uit balans mee trekt, is het wel op een natural bodybuild podium met 4% vet proberen te staan. <laughs> ja, terwijl je spiermassa probeert vast te houden. Ja, nou, dat, dat is... Hormonaal was ik daarna gigantisch uit balans. Eigenlijk het enige moment in mijn leven dat ik echt hormonaal uit balans was. Testosteron lag plat, geen libido, noem maar op. Ja. Ik, uh, mijn schildklier, uh, actief schildkliermoment was iets lager geworden. Betekent ook dat ik uh, wat wat dunner, diffuus haarverlies had. Ik dunner haar en zo. Ah, ja. ja, dat, uh, nou ja, experimentje met mezelf. Nou ja, logisch. Je gaat de strijd aan met het overlevingsmechanisme van je lichaam. Ja. ja, dan kun je dit verwachten. Ja, 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 ja precies. Ja, wat een klappen geven ons lichaam eigenlijk af en toe, hè? Mm -hmm. Ja, dat is wel interessant. M want mijn vader doet bijvoorbeeld um, triathlon, hij traint daarvoor, maar ja. tegelijkertijd gaat hij naar de gym voor krachttraining. <laughs> Ja, hij probeert. Ik ben het niet helemaal met je eens. Maar... Pa probeert te redden wat het te redden valt. <laughs> dat is wat hij doet. Dat staat op, op de recording. Ja, <laughs> yes. precies. Maar het, het kan zeker geen kwaad, hè? Dat, dat hij dat ook nog doet. Maar hij moet niet denken dat hij uh, zijn spiermassa flink kan opvoeren terwijl hij triathlon doet. Echt niet. Nee, want dat is, dat is zo intensief. Ja, maar je, je, je tent je lichaam als een triatleet en dan krijg je het lichaam van een triatleet. Ja. ja, precies. Ja, ja dit, uh, dit gaat confronterend zijn nou. <laughs> <laughs> ik ben blij dat het op de, op de recording staat. Ja. Maar uh, ja, dat vind ik wel interessant inderdaad. Ik bedoel, je, uh, bedoel ik, ik zal niet daarmee het als, als voorbeeld nemen, maar inderdaad, um, als je het dan weer terugbrengt naar de natuur, wat, voor, wat vraag je allemaal van je lichaam? Je, je kan niet de jager zijn en tegelijkertijd... Um, nou ja, ik heb geen de, de natuurlijke rol voor een bodybuilder, maar... Um, ja. Nou, ik denk, hè, als, je, als, je, als je in de natuur zou kijken, kijk, bewegen werd het waarschijnlijk heel veel gedaan. Jezelf verplaatsen en allerlei dingen doen. Maar dat is niet trainen. Je gaat niet over de grens heen. Je hoeft er ook niet van te herstellen. Nee. Alleen die korte, uh, korte momenten van jagen, vechten. Ja. Dat, dat uh, of, of een hut in elkaar zetten, ver ik voor wat. Dat ja. kan misschien uh, training zijn. Juist. Dus ja. het, is, het is allemaal kort en intensief qua training. Ja, ja dat is misschien eigenlijk ook evolutionair gezien. Helemaal niet zo handig om heel erg, heel sterk te zijn, zeg maar. Nee. Als in, wel sterk genoeg, functioneel sterk. Ja. Denk ik. Maar uh, om, nou ja, goed. Nee, echt een optimaal jager- en verzamelaarslichaam. Uh, nou ja, het, het is nog niet zo gespierd als een mens heldkofferfysiek. Nee, zien, precies. Denk ik. Nee, inderdaad, ja. Ja, dat is wel... Uh, dat is wel Want het even... staat ook nergens op als, als jij uh, zulke schouderkoppen gaat bouwen. Dus het is helemaal niet voor bedoeld. Nee. Nee. Ik kijk ook wel eens met fascinatie naar bijvoorbeeld Crossfit. Ja, um. Dat is ook een, vind ik een heel gaaf sport. Hè? Dat zou ik zeker in mijn stand-up-tijd gedaan hebben. Ja. Uh, ik vind het wel zo intensief dat ik dat niet nu uh, heel erg zou doen omdat ik een drukke baan ernaast heb. Want je moet iedere keer herstellen, je gaat je lichaam helemaal gek maken. Je probeert eigenlijk het overal een beetje goed in te maken. Dus je ja. wordt en geen bodybuilder, je wordt net geen powerlifter, nee. maar ook geen duursporter. Nee. Je probeert een soort van, uh, nou, overal uh, echt een homo universalis te zijn, die overal eigenlijk ja. best goed in is. Ja. ja, en dat vind ik ook gelijk meteen het kritiek erop, is, je ziet vaak dat dat dan ten koste gaat van de, de, de beweging. Ja, ook, hè, ze het is ook zeker de groepsdruk. Je hebt echt goede trainers nodig, hoor, die, ja. die, 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 die jezelf daartegen uh, beschermen, want je gaat, wordt toch altijd gek gemaakt. Ja, ja, precies, en, en die zijn er gewoon, eerlijk gezegd, niet Vind ik in, zeker niet in verhouding met hoeveel uh, mensen het nu doen. Dat, wat ik wel echt tof vind is dat groepsgevoel. Maar goed, dat kan natuurlijk uit twee kanten opslaan. Ja. Maar die, gewoon het gevoel van community, van gemeenschap, bewegen. Dat vind ik wel, dat vind ik wel een mooi aspect eraan. Ja, verbinding versus groepsdruk. Ja, want ja, precies. Ja. Want als ik bijvoorbeeld in de sportschool ben, ik vind het heel erg lekker. Juist omdat ik het zo individueel kan doen. Ik ja. vind oh, het is bijna meditatief. Gewoon. Oog, bijna ogen dicht tijdens de oefening. Uh, de hele spier voelen. Uh, even helemaal in je, in je, met jezelf. Als ik bijvoorbeeld Absoluut. Een, 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 een CrossFit of een vechtsport doe, doe ik af en toe ook. Ja, dat is, dat is weer een heel andere soort. Uh, maar goed. Ja, ik, uh, ik kan niet uh, aan werkstress denken als ik 150 kilo squat ga. Uh, nee, echt, hè? <laughs> nee <laughs> echt niet. Nee, daarom. Dus dat is, Volgens mij zegt Arie Boomsman ook altijd: ik laat mijn oortjes thuis. Ja. Uh, want ik wil gewoon. Je moet nee, gewoon niks. Nee, mooie meditatieve uh, oefeningen. Eens. Um, als het aankomt op, op leefstijl. Um, je bent ook boodschappencoach. Hoe noem je het? Boodschappen safari. Ja, ik doe ja, ook, ik ook supermarkt van safari. Sa ja. supermarkt safari uh, vanuit mijn achtergrond als ingenieur levensmiddeltechnologie ja. uh, vond ik het leuk om rond een de supermarkt te geven. Om mensen ja, meer te leren over, over wat nou echt met die producten gebeurt. Voordat ze bij jou op het bord belanden. Um, nou, dat, dat, dat was toen op kleine schaal. Um, het, uh, toen uh, mijn eerste boek uitkwam, de hormoonfactor, deed ik dat ook bij mijn cliënten. En later is dat ook een apart boek geworden, de boodschappencoach. En intussen is het zelfs een opleiding: een, een online opleiding tot uh, boodschappencoach. En vroeger was het zo dat je echt. Ja, bij de supermarkten bijna ja, ja, gigantisch met veel argumenten moest komen hè, waarom je daar de rondleiding wil doen zonder dat je voordat je afgewezen zou worden. Nou, intussen vragen supermarkten zelf om boodschappencoaches. Yeah. Ja? Ja. Want wat je daar komt doen is vooral laten zien welke wat de betere alternatieven zijn voor mensen. En je gaat ze niet de supermarkt uitjagen en alles zwart maken. Hè? Nee, precies. Nee, ja. Je wil ze uiteindelijk meegeven wat wel kan, niet wat allemaal niet kan. Tuurlijk. Ja. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dus dat uh, ben ik ook uh, nou, sinds een jaar mee bezig met die. Uh, met die opleiding en de steeds meer boodschappencoaches uh, zijn actief binnen supermarkten. Dus uh, ook daar zou je eens een keer tegen kunnen komen. Mooi. Dat is, een, uh, dat is het verspreiden van de mooie virus. Want, uh, maar het, ja. het is ook een jungle daar. Gewoon zelfs. Zelfs, zelfs ik, ik, bedoel, ik ben geen expert. Maar ik bedoel, ja, als je er een langere tijd mee bezig bent, dan kun je wel een beetje onderscheiden wat wel en ja. niet dienend is, dienend is voor je lichaam. Maar zelfs ik, dan denk ik van bijvoorbeeld, ik, ik ben fan van k Weet je wel? En dan zie je in de supermarkt zie je ineens kevierproducten, denk je. Huh? Maar ik ben altijd wel sceptisch dat ik denk, als het in de supermarkt ligt. Ja, is gepasteuriseerd of... Uh, ja, precies. Dus ja, dan, weet je dan stoppen ze erin. Want ik maak zelf k4 dan laat je het uh, gewoon zelf fermenteren thuis. Ja. Maar volgens mij gooien ze er gewoon poeder in. In Bijvoorbeeld uh, de kevier. Uh, ja, elke, absoluut. Dat soort dingen. Dat kun je ook doen, inderdaad. En dan is het maar de vraag: beelden, hebben ooit wel kevierbacteriën hun werk gedaan? Maar, uh, zijn, 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 maar die op zich, de, de bacteriën zelf, uh, krijg je niet meer binnen. Nee. Maar wel de, de metabolieten of zo, of in ieder geval de, de stoffen die ze gemaakt hebben, die, noem je postbiotica, die zijn mogelijk wel goed voor je. Dus daar is nogal heel veel onderzoek naar. Ja, precies. Ja. Nou ja, goed, ik, ik kan me voorstellen dat. Ook zo'n K4 zuivelproduct, altijd nog beter is dan dat je uh, magere melk uh, van een huismerk of zo bijvoorbeeld. Absoluut. Maar, uh... eh, maar het is ook heel belangrijk, ook bij die de supermarkt, dat eh, je, je hebt soms verschillen, kleine verschillen tussen producten, maar je gaat eerst ook weer terugkijken bij de persoon, wat heeft het afgelopen jaar nou zo heel vaak gegeten eh, en is daar een beter alternatief voor. Eh, en vaak als je het hebt over de fouten van mensen, dat gaat echt over grote fouten hoor. Het gaat niet over dat ze he, de gewone melk hebben en dan... Uh, nee, dat is echt gewoon. Of uh, ja, flessen wijn, uh, zakken chips, uh, dat soort dingen heb je dan over. En, ja, uh, precies. Ja, ja en uh, he, hele pakkers vruchtensap achterover slaan. Ja, suikerklontjes tellen. <laughs> ja, volgens mij was het toch, ik weet de aantallen niet, maar dat er meer suikerklontjes zitten in vruchtensappen dan in cola bij wijze van spreken. Uh, soms wel, ja. ja. Nee, ab Heel absoluut. Ja. ja, dat is... Uh... Er gaat een wereld uh, voor je open als je ineens dat soort bijna geheimtjes uh, Ja, ik merk ook uh, van die rondleiding die ik gegeven heb. Mensen die ik tien jaar niet gezien heb, die, die, die herinneren zich die rondleiding. Oh ja. Dat is, maakt echt wel impact. Mindblowing eigenlijk. Ja, zeker als je iemand, met iemand inbreekt in zijn standaardroutine in de supermarkt. <lacht> <lacht> ja. ja, het is ook gek. Want ik bedoel, ik ben net verhuisd tijdelijk. En dan uh, kom je weer even in een nieuwe supermarkt. En dan weet je eigenlijk gewoon... Ik heb mijn vaste plekjes eigenlijk in de supermarkt. Dan moet je er altijd weer even zoeken: van oh ja, dat zuivelproduct wil ik dat stukje vlees, wil ik en daar wil ik de groenten en de kruiden en voor de rest kom ik, eigenlijk, kom ik eigenlijk nergens in nee. de supermarkt. Nee, maar goed, heel veel mensen die, die komen op andere manier binnen, die, die hebben al trek, hebben heel erg hard gewerkt. Die moeten ja. nog even wat, wat te halen om te koken. Ja, en die hebben producten die ze die heel veel mensen kopen, dus dan moeten ze aan het eind van de supermarkt dat pakken, dan moeten ze overal door die, door die paden heen en uiteindelijk worden ze zelf nog verleid hè ja precies En ja, volgens mij zei jij het ook toch van het is zo'n uitdaging om gezond te blijven in zo'n obesogene omgeving noem dit ja. Ja. ja obesogene wereld die we om ons heen gebouwd hebben die maakt het maakt het uh, erg lastig ja en het is mooi als jij inderdaad niet eens meer kijkt ernaar. dat dat is wel heel erg goed ja, ja. Alleen, ja dat, ik dat is niet af en toe ik ben ik ben niet heiliger dan de bouwers maar ja inderdaad ik denk dat we dat op een gegeven moment gewoon bijna een soort oogkleppen op hebben omdat we ja. gewoon evolutionair gezien niet voor gebouwd zijn om continu die prikkels maar tot. Ja, maar besef: hè, er zijn uh, uh, mensen die echt heel streng voor zichzelf zijn. En dat we bijvoorbeeld twee jaar lang doen. En echt bijna geen smokkels doen. Maar ik wil weten, wat hebben ze nou in 15 jaar gemiddeld gedaan? Juist. En vaak komen deze mensen er toch niet zo heel goed uit. Gemiddeld. Nee. Ja, dus dat is echt wel een, een dingetje. Dus het heeft weinig zin om een half jaar heel streng te zijn. Ja, het gaat om die vijftien jaar. Mm -hmm. ja. ja, dat is inderdaad het allerbelangrijkste. Gewoon slow ja. but steady wins the race. Um, als je dan in zo'n supermarkt komt, wat zijn dan bijvoorbeeld drie basispunten, of drie of twee? In ieder geval ja. een paar hoofdpijlers voor jou, waarvan jij zegt van oké, okay, als je naar de supermarkt gaat, doe dit niet. Ja. Doe niet kom vooral niet ongemotiveerd en met trek binnen, dat is al één. Uh, uh, dan nog iets, een goede tip die voor veel mensen is, koop niet iedere dag wat. Sla voor meerdere dagen dingen in en plan dat. Maak een boodschappenlijst. Dat is uh, echt ontzettend belangrijk. Ja, en dan uh, vooral ga, doe, uh, shop dus zo min mogelijk en zo snel mogelijk. Oh ja. Blijf er niet hangen. Ga niet bij het koffieapparaat staan. Het hele ding is ervoor gemaakt om jou te, te verleiden, om, om juist de bewerkte producten met veel winstmarge te pakken. Uh, en het is zelfs zo dat de groenten en de fruit liggen aan het begin. Niet omdat ze zo gezond uh, willen zijn voor jou. Maar dat je dan ja, uh, eigenlijk positief begint. Dat je vervolgens denkt, oh, dan kan ik ook wel chips pakken. Want ik heb al groenten gepakt. Ja, het is allemaal psychologisch uitgedacht. Juist. Dus je zegt eigenlijk, we hadden het net over die obesogene wereld. Stel je mag nou. zo min mogelijk bloot aan die obesogene wereld. Want je, we zijn evolutionair gezien gewoon niet gemaakt. Nee. Omdat je continu die verleidingen terug. Nee, ben, ben er allereerst bewust van. Uh, en uh, de supermarkt is één deel van de obesogene omgeving. Maar als je naar tv kijkt wat je ook al uh, verleid. Uh, ook als je, als je overal waar je komt. Stations noem maar op. Geuren die je ruikt. Uh, commercials die je ziet. Maar vergeet ook niet de mensen om je heen. He, je hebt daar ook mensen die jou saboteren om te zeggen... Doe nog een biertje. Uh, en anderen die zelfs ondersteunend zijn. Die zeggen: Ralf, even streng zijn, want uh, we gaan wel even uh, shine op het strand straks. In, het, in de zomer. Ja. Ja. <laughs> ja. Belangrijk. Ja, dat is zeker belangrijk. Um, je hebt natuurlijk een, een aantal hele mooie boeken geschreven. Um, de Hormoonfactor vind ik sowieso is, is het meest algemeen, heb ik het idee, toch? Ja. ja. Hormoonfactor is het basisboek. Ja. Um, daarin leer je de basis van hormonen. Ook hoe je homo uh, herkent aan symptomen. Dat staat er ook in. En de, de meest voor de hand liggende oorzaken, natuurlijk vanuit voeding, training, stress, mentaal. Waarmee je aan de slag kunt gaan. Dan heb je ook verdiepende boeken. Testo-factor is voor mannen. homo voor vrouwen is voor vrouwen. En het gaat echt over vrouwen- en mannenklachten. En er zit ook een meer, wat meer medische uh, informatie in. Het gaat een stuk dieper. Boodschappencoach is een meeneemboek voor, voor in de supermarkt. Dat is een hele makkelijke hands-on. Een ja, tool om eigenlijk gewoon te weten. Okay, dit... Absoluut, uh, wel voor de fanatiekere mens. Okay. Dus ik zou niet zeggen als jij nog nooit over gezondheid nagedacht hebt en voeding, dan gaat deze misschien te ver voor je. Ja. Maar de fanatiekeling vindt dit heel erg leuk. Dus eigenlijk als we een soort stappenplan wat betreft jouw boeken zouden moeten bedenken. Oké, okay, begin bij de hormoonfactor. Als je dan een man of vrouw bent, kies je of de testofactor of de hormoonbalans. En als je denkt, oké, okay, we gaan nu de Bad world in <laughs> ja, supermarkt optimalisatie boodschappen. <laughs> die pakken we in. Oké, okay. um, voor de mannen onder ons, um, wat zijn een aantal dingen als het aankomt op hormonen, bijvoorbeeld testosteron? Is natuurlijk gewoon het, wordt een beetje gezien als van uh, nou ja. hier word ik uh, meer opgewonden. Van weet je wel, kan ik ja, dit, uh... seks, spiermassa is het testosteron, wordt daarmee gekeken ook. Status, trouwens, ja. He, dus dat, 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 dat heeft ook wel zo'n negatieve klank. soms ook testosteron. Het is niet alleen maar positief. Terwijl het voor de gezondheid van de man. een heel belangrijke levenselixer is hoor. Um, alleen hoe, hoe je hem in balans krijgt met, uh, met leefstijl. Ja, bij heel veel mannen. is het uh, door leefstijl niet uh, zoals het zou moeten zijn. Allereerst, overgewicht is, 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 is funest voor testosteron. Dan heb je in je vetweefsel. Heb je aromatase. Dat is een enzym. wat testosteron omzet in oestrogeen. Dan word je dus al vrouwelijker van, van een hoge vetpercentage. Um, nou, daarnaast hè, wil je natuurlijk ook uh, voor zorgen in de gym. Dat je uh, daar je testosteron een beetje boost. Met je krachttraining werkt dat heel erg uh, goed. Stress is een testosteronkiller. Chronische stress dan, hè, korte uitdaging niet. Chronische stress is geen goed idee. Maar ook uh, hoe, hoe je in de brede zin in het leven staat... is heel belangrijk voor je testosteron. Je, je massa, ma ma maatschappelijke positie ook. En je ziet duidelijk als jij uh, een soort... Uh, ja, ja, Onderdanige rol terecht komt waarbij je gestraft in de hoek uh, ligt, eigenlijk uh, op je werk of zoiets, dat is niet goed voor je testosteron. Terwijl als je promotie maakt en zo Juist. werkt goed, wordt vaak gesproken over positie op de apenrots. Hoe hoger je komt, hoe beter voor je testosteron. Alleen het is niet zo dat dat een grote auto uh, waar je denkt aan status, dat dat nou voor testosteronverhoging zorgt. Nee, het is meer het gevoel dat je in controle bent over je leven, dat je gewaardeerd wordt. Vaak heb je ook veel soms, sociale contacten. Voedende contacten als jij hoog op de Apenrot staat, ja dat geldt voor, de me, voor een mens ook, hè? Ja. Dus, uh, dus uh, daar kun je ook je testosteron uh, heel mooi mee verhogen. En vaak wordt daar niet aan gedacht. Hè? Meestal wordt er gekeken uh, naar training en naar voeding en dat andere, daar hebben we het nooit over. Nee, precies, en ik vind dat wel een uh, uh, overlooked in het uh, in Engels een, uh, een ondergewaardeerd onderwerp eigenlijk. Ja. Dus dat, ik, ik merk het zelf ook. De, de, de tijden dat ik mij het slechtst voelde, was Natuurlijk trainen en voeding, dat wat minder werd op dat moment. Maar ook de momenten dat ik eigenlijk niet genoeg uh, aan mijn eigen zelfrespect werkte. En dat gaat ook over werk. Weet je, dat je maar genoegen neemt met een bijbaantje, of, waar, waar niks mis mee is. Als het maar dienend is voor. En ik denk dat het bij mannen zeker belangrijk is dat je een doel ja. hebt waar je naartoe werkt. Ja, genoegen nemen met het, het, ja. het, het, het de zin, ik vind het wel best zo. Ja, dat is Funest. Ja, ja, op dat een gegeven moment, je kunt op dit moment het moment wel voelen als goed en best, maar als je daarin blijft en het vindt het wel best zo, dan, op een gegeven moment, dan ga je je uitdaging missen, je gaat niks meer leren, je gaat niet meer groeien. Juist. Uh, dan gaat, daarna gaat het daarna minder worden. Ja. ja, dat is heel mooi. En uh, de testofactor, uh, het gaat er niet alleen maar om hoeveel erecties je krijgt. Nee, <laughs> hey, zeker niet. Testosteron is uh, levensbreed. Ja, dus, dus mega. Er zijn 23 mannenklachten die daarmee uh, te maken hebben. Ja, dus het is van alles. Maar ook, maar ook het uh, groot, worden, groot worden van de prostaat. is ook zo'n uh, zo thema die heel veel voorkomt bij, uh, ja. bij mannen. Ja. Ja. En algehele gezondheid. Ook hartproblemen en testosteron. Ja, ja dat zijn ook uh, belangrijke dingen die daar spelen. Precies, misschien wel gewoon een van de mannelijke drijfveren... gewoon voor het hele leven eigenlijk. Ja, ja je ziet ook wanneer uh, de penopauze uh, intreedt, als het ware. Dat ook mannen... Angstig worden, depressief worden, gewoon meer, minder, minder uh, ambitie hebben. Dat het allemaal ja. uh, minder wordt. Ja, ja en dan denken mannen, het, het, is, het is ouderdom en ik kan er niks aan doen. Maar vaak uh, kun je je testosteron opkrikken met allerlei maatregelen. Juist. En dan merk je hey, dat, dat dat verdwijnt als sneeuw voor de zon, eigenlijk ja. die klacht. Ja. ja, want dat zie je volgens mij ook steeds vaker toch, dat de klachten die men heeft na zo'n penopauze, dat die steeds vaker voorkomen bij jongeren mid twintig. Ja, zeker. En dat heeft ook met testosteron te maken. Ja. Nou, ik denk dat, 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 dat het uh, natuurlijk met testosteron te maken heeft. Maar ook natuurlijk overgewicht is de ene groep. Natuurlijk, dat natuurlijk vaker voorkomt. Ja. Maar ik denk ook je maatschappelijke positie. Dat die in gevaar is. Ja. Uh, hè, zeker in, in een wereld die wat meer richting vrouwelijkheid uh, duwt. En op zich is daar niet mis mee. Om dat op het juiste moment te kunnen inzetten. Ja, dat maar je inzetten. moet vooral je man, die mannelijkheid niet vergeten. Nee, inderdaad. Als, het, als je de keuze maar hebt om, ja, om het inderdaad te doen. Precies. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Um, ik vind het een must-read voor, voor elke man. Of ik het nou aan mijn vader aanraad of aan vrienden van mijn eigen leeftijd of jongens die bijvoorbeeld nog in de puberteit zitten. Om gewoon, um, nou ja, wederom waar deze podcast over gaat is gewoon alle aspecten in je leven ja. kunnen bekijken en gewoon aan, aan de knoppen kunnen zitten. Weet je wel, zit in je eigen ja, cockpit. Op een leuke manier. Ja, precies. Ja, ja. En, en het leuke is ook van die test heb ik... Uh, dat, dat is totaal anders geschreven dan het vrouwenboek. Juist. Ik, ik vind het echt mijn beste boek en het, <laughs> ook het leukste boek om, om, om gemaakt te hebben. Qua verkoops, verkoop, zeker niet het beste. Oh, ja. uh, dit is veel meer verkocht dan, dan, dan deze. Alleen, ja, de respons hierop is gigantisch goed. Omdat ik heb hier echt al, al, alles kunnen, kunnen, kunnen doen in het boek, uh, van, ook vanuit eigen ervaring, omdat ik zelf man ben. Ja, en voor vrouwen schrijven. Het is ook een goe heel goed boek, ja. maar deze... Ja, maar is logisch. Echt. Ik bedoel, die schrijf je ja. natuurlijk vanuit je binnenste, letterlijk. Ja, <laughs> echt. Daar heb ik alles in kunnen geven. Ja, mooi. Nou ja, ik, ik, uh, ik, ik wil het echt iedereen aanraden van... Als je geïnteresseerd bent in meer controle nemen over je eigen lichaam, over je eigen leven... Lees dit boek alsjeblieft. Um, dan moeten we de vrouwen ook niet uitsplakken, want er kijken ook vrouwen naar deze, naar deze show. Um, wat zou... Want de, de, de hormoonhuishouding uh, bij een vrouw is natuurlijk een stuk uh, complexer ja. door de cyclus, onder andere. Um, wat zou je als hoofdpijlers aanraden voor vrouwen die meer inzicht en meer controle over een omhoog. Ik vind het mooi dat je dat zo inleidt. Want je zou denken, dit systeem is op aan zich veel ingewikkelder. Er zijn veel meer schommelingen. Het lijkt allemaal tot veel meer soorten klachten te kunnen leiden. Nou, je ziet bij mannen 23, bij vrouwen 40 van die vrouwenklachten die, die we hier uitgewerkt hebben. Alleen de maatregelen in leefstijl die lijken best wel op elkaar. Ook weer kijken van het helikopterview naar de grote pijlers binnen leefstijl. En dan die op een maatwerk manier instellen. En waarbij een vrouw uh, ja, net weer andere behoeftes in het leven heeft soms dan een man. Alleen daar, als je daar met maatwerk goed uh, ja, naartoe werkt. dan kunnen deze hele complexe problemen die het uh, zo lijken. Kunnen ook uh, gaan verdwijnen. En dus het is weer. ook als je het hebt over overgangsklachten met schommelende hormonen. dan denk je, hoe krijg je hier nou op een of andere manier invloed op? Ja, dat krijg je niet met een, uh, een pilletje met vitoöstrogenen uh, alleen. Uh, het is weer in allerlei dingen is het draaien in, in leefstijl. En als vrouwen hun stress kunnen verlagen, uh, leven kunnen, uh, leuker kunnen maken, voeding verbeteren, afvallen, dat soort dingen allemaal. Ja, dan, dan kunnen daar ook uh, gigantisch mooie resultaten bereikt worden. Ja, alleen uh, dan moet je wel bereid zijn om eerlijk naar jezelf te kijken op al die pijlers vanuit helikopterview. Uh, en niet zoeken naar een oplossing. Uh, om één dingetje toe te dienen of te doen en dan is het opgelost. Nou, nee, je moet wel je best voor doen. Juist. Ja, dat is, dat is inderdaad uh, misschien wel het allerbelangrijkste. En de, misschien wel de universele boodschap van onder alle boeken ja. natuurlijk. Um, wat, wat is het grootste verschil waarvan je zou zeggen van oké, okay, tussen de twee boeken, tussen man en vrouw, uh, qua benadering, als je er één ding wat nu in één keer in je opkomt, uh, ja, dit is eigenlijk dezelfde benadering. Maar ik, ik uh, communiceer in een mannenboek mannelijk uh, ja, ja. en de, de lotgenoten onder elkaar. We zijn allemaal mannen. We hebben allemaal mannen issues. En, we, en ik ben er zelf helemaal open over. Ik gooi mijn eigen ervaringen, gooi ik ook uh, op tafel. Ik heb het samengeschreven met Pim Christians, die is net eventjes iets ouder dan ik. Dus die heeft net weer veel andere issues. Hm. En die gooit ook alles gewoon naar buiten. Ja, en heel veel mannen herkennen zich daarin, want er zijn ontzettend veel uh, taboes die erop rusten. Uh, je ziet het natuurlijk op Google, als je de Google-analyse uh, uh, gaat doen, dan zie je wel dat er veel op gezocht wordt, maar er wordt minder over gesproken. Bij vrouwen wordt er en op gezocht en over gesproken. Dat ja. is wel echt een, uh, ja, precies. een verschil wat ik, uh, wat ik merk. Ja, dus dat is eigenlijk. Uh, ja, daar kan ik me wel stellen. Ja. ja, en eigenlijk het is het heel vaak zo uh, dat als man is het goed om het vrouwenboek te lezen om je, uh, de vrouw beter te snappen hoe het allemaal werkt. En andersom ook. Heel veel vrouwen lezen ook je testofactor. Ja, precies, ja. Ja, ja dat, uh, sowieso moeten we elkaar wat beter leren begrijpen af en toe. Ja. <laughs> um, dan heb ik je gevraagd, inderdaad, om nog twee dingen op tafel te leggen. Heel goed dat je die er ook bij hebt gelegd. Want um, ja, ik eet dus eigenlijk niks anders dan jouw brood. Want dat wat er op tafel ligt. Ja, het enige glutenvrije Decem brood in de supermarkt. Um, want ik merkte gewoon... Er, zijn, er is een behoorlijke groep die glutenvrij uh, eet... of in ieder geval glutenarm. Je hebt de celiakie groep die echt niet tegen gluten kan. Maar ook een hele grote groep die niet optimaal gluten verdraagt. Uh, en voor deze mensen... Uh, heb ik voor een oplossing gezorgd in de supermarkt. Um, want bijna alle glutenvrije broden zijn... Ongezond, hè. ze hebben weinig voedingswaarde, veel toevoegingen. En ik was niet enthousiast over. Dus ik dacht: van ja, dit moet anders. En uh, er, er was geen enkel merk wat hiermee kwam. En toen ben ik het zelf maar gaan doen. Toen ben ik naar Duitsland gegaan, dit in gang gezet. En uiteindelijk tot een heel mooi uh, recept gekomen. En dat in Nederland bij uh, het bestaande merk Jam. Uh, wat weer in, uh, in Doetinchem een, uh, een fabriek heeft. Uh, daar hebben we naar fabrieksschaal opgeschaald. En uh, in het, het heeft drie jaar geduurd. En toen is het op de markt gekomen. En dus inmiddels uh, ja, heel veel mensen die glutenvrij uh, gezond brood willen hebben. Die, uh, die kopen dit. En dit uh, ligt al uh, ramvast uh, tijden op de, is het, op de markt. En uh, ik merk hè, binnen de supermarktwereld. En, en als je onder een ander label uh, bezig bent. Ja, dat je ook niet uh, zelf kan zeggen van. Oh, oh, ik wil nog dit product en dat product maken. Nee, het is echt de, 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 de supermarkten vragen om dingen. En dan bij hele grote fabrieken. Je kan ik daar weinig zelf invloed op uitoefenen? Dus toen ben ik een, daarna een eigen label gestart, Ralph Jane. Dat is eigenlijk sinds kort samen met Jane, dat is eigenlijk Janneke. Janneke, die, Janneke Rutte die is een, vanuit biologische wijnen heel erg heel expert. Uh, en die heeft daar producten. En die uh, hebben, we, hebben we samen hebben we dit gedaan. Ralf, de fanatieke sportschooljongen die alles uit zichzelf wil halen. Jane, degene die ook wel gezond wil leven. maar die, die kinderen heeft en het druk heeft. En die beide archetypes die gaan we dus bedienen. met makkelijke, lekkere, leuke. ja, happy, healthy food eigenlijk. Uh, wat we gaan doen. Dus hier komen uh, heel veel nieuwe producten uh, op de markt in de toekomst. Gaaf. Ben ik heel erg benieuwd naar. Sowieso ben ik al heel erg fan van dit product wat hierin ligt. Want er zit. Ik ben heel fan van resistent zetmeel. Wat ja, zit hierin, toch? Dat is een van de thema's die, die ik interessant vind. Zeker, dit is, dit is één bakmix, dat is namelijk de Power Pancake Mix. Uh, en de basis daarin is tefmeel en bakbananenmeel. Wat en bronnen van resistent zetmeel. meel Wat weer als een soort van voeding kan dienen voor je darmflora. Uh, en wat tevens. Uh, ook nog eens een keer heel veel verzadiging biedt. He, dus je merkt als je zo'n pannenkoek eet, dat je gewoon heel veel uren verzadiging voelt. Dat is wel heel erg uh, fijn. En hier komt een bakkelix uh, mixen lijn bij. Daar komen er nog een heleboel aan. Uh, en daarnaast wil ik ook granola's gaan doen en allerlei andere oplossingen voor de Ralphs en voor de Janes. Dat is een mooie combi ook, inderdaad, ja. Ja. Want um, het zijn twee verschillende uithoeken, maar ze zijn eigenlijk op zoek naar hetzelfde. Ja. En um... Op deze manier uh, weet je dat mooi uh, te bereiken. En ook zeg maar, die, die brug te slaan, denk ik. Tuurlijk. Uh, ja, ik zou het iedereen aanraden. Uh, ik rooster zelf de Jam uh, broden Die vind ja. ik lekkerst. Haal de Oranje dus. Voor ja, die... het is de Oranje, hè? want het was een bestaand merk. En die hebben natuurlijk niet die freaky richtlijnen die ik heb. ze op zich uh, goede brood hoor. Ja. Maar dit is de meest freaky, gezonde variant ja. de Oranje. Um, en ja, je kunt hem in de Jumbo kopen, bijvoorbeeld, of in de Plus of in de, in de Co-op. Um, en daarnaast uh, kun je hem ook online bestellen bij Jan.nl. En dat uh, doen heel veel mensen tegenwoordig, uh, omdat ze gewoon een voorraad aanleggen. Ze snijden deze, vriezen het in en dan kun je gewoon een paar sneetjes pakken om in de broodrooster te ontdooien wat je nodig hebt. En ja, dat werkt gewoon geweldig. Ja, ja dat is inderdaad dat is voor mij ook de beste strategie, inderdaad. Om, om dat inderdaad even uit te leggen, want je krijgt het dus... Uh, ongesneden krijg je thuis ja. zo'n uh, zo blokken brood. Um, dan snijden, dan in de vriezer en dan lekker geroosterd eten. Want het heeft een andere textuur natuurlijk, omdat het zo gezond in elkaar is gezet. Ook. Ja, ja, klopt. En daarom is het ook niet goed in de fabriek snijbaar. He, dus het is voorgesneden kunnen wij dit niet verkopen, want dan moet je hem eerst laten afkoelen. En dan ben je een dag van je houdbaarheid kwijt sowieso. En er is een dagvers merk. Ja, en daarnaast ook, uh, joh, heel veel gaat mis in die de snijmachine. Dat, dat is gewoon echt. Dit is zo. Uh, dit is geen plofbrood. Hè? Dit is echt wel een solide ja. broodje en natuurlijk ja, qua structuur wat uh, onvoorspelbaarder. Um, dus uh, dit is de oplossing. Ja, perfect. Ja, ik merk 100% dat ik uh, verzadigder voel na dit brood te eten en geen last heb van mijn buik. Ook. Dus ja. ik, uh, ik ik merk 100% verschil. Ik bedoel, dit is helemaal niet uh, gesponsord wat dan ook. Ik ben oprecht fan van dit brood. En uh, ik, ik, ik koop het altijd voor mijn vriendin, want zij wel nieuw Zeeland. Ze kan, ze kan oh, ja. daar moeilijk, uh, daar oh, is ze het iets minder bekend met. Ja, gewoon bestellen online kan ze dus. Dat kan zeker, ja. Ja, ja maar ja. het is het dus gezelliger als jij het kon brengen. Dat zal het het beste zijn natuurlijk. Weet je, je moet ook een beetje, een beetje zorgen natuurlijk, hè? als we het hebben over de testofactor. factor Ja, precies. <laughs> dus uh, ja, dat um, wat uh, je noemde al wat, uh, wat plannen met uh, Ralph en Jane. Ja. Wat, uh, wat, wat, zijn, wat zijn nog dingen waarvan je zegt, oké, okay, hier... Ja, dat is dus de levensmiddelenkant die gaat uitgebreid worden. Uh, eigenlijk moet je, kun je mij zien als um, een expert op het gebied van, uh, van hormonen en leefstijl. En dat is eigenlijk waarmee je de vraag naar levensmiddelen creëert. De oplossing bied ik als ingenieur Ralf Moorman, uh, eh, die levensmiddeltechnologisch. Daar maak ik die producten mee. Um, dus hier komen meer producten van. Op dit andere vlak... Uh, die boeken staan als een huis. Daar ga ik geen nieuwe varianten van maken. Ze worden alleen uh, vertaald. Dus ik ga hem als e-boek uh, uh, ook internationaal uh, brengen. Mijn site gaat ook ver vertaald worden. Want ja, is, wereldwijd is er gewoon niet zoveel op dit vlak. Hè? De boeken die over hormonen gaan zijn vaak door artsen geschreven. En voor leken moeilijker te, ja. te begrijpen. En, uh, dus ik ga het uh, uitbreiden wereldwijd. Mooi, nou ik heb ook een Engelse podcast, dus uh, mocht dat tegen, tegen Hup, de tijd okay. klaar zijn, dan uh, kunnen we het ja. daar al dan op bespreken. Um, waar kunnen mensen je het beste vinden? Ja, je kunt uh, hormoonfactor intoetsen op Google of Ralf Moorman en dan uh, kom je in vuiken terecht. <laughs> uh, ja, het is uh, dit, ook als het gaat om eh, veel mensen komen, ook zoals mij niet kennen hierop, als ze gewoon uh, op hormoonklachten zoeken, oh, ja. uh, dus hormonen en leefstijl. Schilddier en leefstijl, dat soort dingen. Je gaat het allemaal uh, intoetsen. Of als je een onderwerp zoekt, uh, je gaat hormoonfouten intoetsen en de klacht. Ik heb ook uh, gratis gewoon om te lezen, ontzettend veel blogs geschreven. Dus daar kun je al een heleboel, zonder dat je ook iets gekocht hebt, al aan de slag. Juist. Mooi. Dankjewel, Ralf. Graag gedaan.